Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij The Floor is Yours. Welkom bij de traditionele decembereditie van Online Tuesday. Online Tuesday wordt mede mogelijk gemaakt door Market Effects, waar ik werk, Bram Koster. En door andere founding fathers of mothers, zo je wil. En dat zullen we zo wel zien waarom. DQ&A, New People, Traffic for You en als gloednieuwe baby aan de stam ook PostNL. Maar de biertjes die jullie drinken vanavond, of iets anders, dat mag ook, die worden dan weer gesponsord door onze gullegevers Nextil, Massarius en Measureworks. En vanavond even een big cheer voor eventproducent die de livestream verzorgt en dus ook zorgt dat we achteraf al de pitches nog een keer terug kunnen kijken. En aan Sendsteps, die het mogelijk maakt dat jullie vanavond als jury gaan optreden voor wat er hier gaat gebeuren. En ik word niet beoordeeld, dus ik mag lekker doen wat ik wil. Maar wel beoordeeld worden de pitchers. Het idee, misschien hebben jullie al vaker hier gezeten met The Floor is Yours. Het is gewoon, we willen een aantal mensen, een aantal bedrijven, een aantal nieuwe producten, concepten, de revue laten passeren. Om te laten zien wat er gebeurt in Nederland als start-up land. Nou, we hebben allemaal de afgelopen week al meegekregen dat de grande dame Nelly Kroes zich daar ook nog eens tegenaan gaat bemoeien. Dus het kan wel eens een serieuze business en een serieuze industrie worden hier. Ik denk dat we vanavond een aantal mooie voorbeelden voorbij zien komen. Wat altijd al het geval was, is dat jullie dus stemmen. Dat gaat vanavond ook gebeuren. Maar nieuw is het idee dat er ook een vakkundige jury gaat kijken. Een beetje à la Dragon's Den. Alleen ze zijn iets liever en ze hebben geen zak met geld. Dus eigenlijk is het helemaal niet zoals Dragon's Den. Maar goed, dat is toch een beetje het idee. Want het is natuurlijk altijd wel spannend om hier te staan. En dan is het heel knap als je een mooi verhaal vertelt. En dat heeft amusementswaarde. En dat kan heel goed een argument zijn om op te beoordelen. Maar we wilden ook eens kijken van nou, weerstaan de mensen die op het podium in 5 minuten de tijd krijgen en hun ziel en zaligheid blootleggen, ook de kritische vragen van zo'n jury? Die gaan even op zoek naar de pijnpunten in het concept. Zijn de juiste mensen aan boord? Hoe ga je je geld verdienen? Dat soort vragen zullen gesteld gaan worden. Nou, dat ga ik dus niet doen. Ik ga ze even één voor één voor je voorstellen. En nu moet ik 3 dingen tegelijk. Dat gaat niet helemaal lekker. Het eerste jurylid heeft waarschijnlijk het langste cv dat ooit is voorgelezen tijdens Online Tuesday. En toch ga ik het doen. In 2001 richtte Helene Dura van Oort DQ&A Media Groep op. Daarnaast is zij medeoprichter en partner bij het investeringsmaatschappij Peak Capital. Helene was betrokken bij de oprichting van de Leading Online Entrepreneur of the Year Awards, LOE, en Online Tuesday, het event voor de online industrie in Nederland. De laatste wisten jullie. Verder is ze investeerder in het EVA Africa Fund en Hummingbird Ventures en lid van de Raad van Commissarissen van Katawiki. Helene is tevens lid van de jury voor de Accenture Innovations Awards en bestuurder van de Stichting Jong Ondernemen. Deze stichting heeft tot doel het bevorderen van de ondernemingsgeest van jonge mensen in Nederland. Daarnaast is Helene lid van de adviesraad van het IAB Nederland en is zij voor Rockstart en Startup Bootcamp actief als mentor voor ondernemers. En in 2013 werd ze uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Hallo hé, hebben wij een jurylid? Helene Dura van Oort. Zie je, dat gaat niet andere dingen tegelijk. Dit is er. Ja. Goed. Het tweede jurylid is Bert-Jan ten Kate van Massarius. Hij startte ooit als management consultant. Had flink wat commerciële functies bij Marktplaats en later eBay en eBay Marktplaats en hoe dat allemaal heet. Werd manager monetization bij Hives. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Sorry, die moest even. En hij is oprichter van Massarius. En dat is een partij die onafhankelijke publishers helpt met programmatic trading. Bert-Jan ten Kate. En als je nu ziet, even de pictures. Dit, ja, ik ga nog heel even staan. Kijk even de zaal in. Dat is Bert-Jan nu, dat is nu. Dus dat is wat ondernemen met je doet, jongens. Ja. Als er nou een van de pitchers zegt, ik hoef niet meer, dat alle begrip. Maar goed. Dan hadden wij als derde jurylid, niet onverdienstelijk, Ime Bosma. Alleen toen dachten wij van ja, die komt ook van Hives.
En die, was ook ooit director Ecky bij Media Republic. Ja, twee van dat soort partijen op zijn cv, dat kan niet goed zijn. Hè? Dus dat, ja, is die wel eigenlijk geschikt als jurylid? Nee, sorry. Nare persoonlijke omstandigheden hebben ertoe geleid dat hij vanavond helaas niet hier kan zijn. En toen hebben wij dus om 5 voor 7, hebben wij bereid gevonden om alsnog in de jury plaats te nemen, Joyce Mus. En Joyce is manager online en lid van het commercieel managementteam van Energie Direct. Dat is de prijsvechter van Essent. En zij adviseert start-ups direct en indirect via haar vader die bij investeerders werkt. Op een informele basis. Joyce Mus. Dan ga ik even één vraag stellen aan alle drie tegelijk. En de eerste die zegt, die mag antwoorden, die zegt: ik heb een goed antwoord. Waar gaan we op letten? Pitch, team, propositie, businessmodel, schaalbaarheid. Alles dus. Op alles. Nou, heel mooi. We hebben 12 pitches. Het format is zo. Ze krijgen 5 minuten. Ze krijgen geen seconde meer dan 5 minuten. Ik zit er met een klok, met een stopwatch. Ik haak in, ik hak in, ik roep, ik ga staan, ik ga gillen, ik ga dansen. Whatever, om maar te zorgen dat die presentatie stopt. Dan ga ik 1 of 2 vragen stellen aan de jury. De ruimte geven voor vragen van de jury aan degene die pitcht. En vervolgens is er nog de mogelijkheid dat jullie een vraag stellen. 1 per presentatie. Dus als je denkt, ik heb de vraag waarmee ik of juist heel duidelijk maak hoe goed het concept is, of misschien wel het concept onderuit haal, steek je hand op, dan kom ik naar je toe. En dan gaan we gewoon door naar de volgende. En dat 12 keer. En de pitchers die vanavond voorbij komen, ga ik niet nu voorstellen. Ik ga ook geen introductie doen van wie ze zijn of wat ze doen. Want daar zijn die 5 minuten voor. Ja? Vragen? Moppen? Nee? Oké, dan gaan we gewoon van start. En de eerste die naar voren mag komen, is Albin. Is dit het ook? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Vijf minuten gaan nu in. Dankjewel. Goedenavond allemaal, mijn naam is Albin Bronkhorst. Ik ben de oprichter van Faster. Met Faster willen we online checkouts onwijs makkelijk en onwijs snel afronden. Het probleem wat zich namelijk voordoet in de markt is dat online checkouts niet werken. Wie heeft er als het op zijn mobieltje gekocht en heeft die aankoop nooit afgemaakt? 70% van alle online shoppers haakt af nadat ze wat in hun cart hebben gestopt. En daardoor is de online conversie op mobiel lager dan 1%. Maar 80% van die afhakers die koopt dat product ergens anders. Kopers worden daar enorm gefrustreerd van. Kopers moeten heel veel accounts managen, passwords onthouden, lange formulieren invullen. En dat werkt tot enorme frustraties. En wij denken dat 1 shopping account voor al je online aankopen daar de oplossing voor is. En daarmee kun je ons eigenlijk zien als een single sign-on voor webshops. Heel makkelijk 1 account waarin je alles manage. Je adressen, je facturen, je schoensize, je returns kan je daarin aan of uitzetten, je newsletters. Eigenlijk heel makkelijk. We willen dat elke online shopper met 2 kliks zijn artikel kan kopen. En dat kan. Want met Faster wordt elk checkout proces met 95% gereduceerd van gemiddeld 25 stappen tot maar 2 kliks. Het grote voordeel voor de retailer is natuurlijk dat hij zijn online conversie verhoogt door het verminderen van de dropouts. Hij krijgt alle data, maar nog meer dan dat. Hij krijgt actuele data die altijd up-to-date is. Nou, waarom nu Faster? Omdat de trend is dat de shopper in control is en dat mobile commerce echt aan het exploderen is. De e-commerce size waar wij ons voorlopig op richten is de Europese markt met $450 miljard aan e-commerce sales op jaarbasis. En wij denken dat we in 4 jaar tijd 100 miljoen transacties kunnen doen in deze markt. Ja, we hebben concurrenten, maar die concurrenten doen eigenlijk allemaal net iets anders. Die komen vaak uit de betaalstaat of zijn logistieke partijen. En wij denken, doordat we ons focussen op Europa, wat een grote debitcard gebruik heeft,
Wij willen eigenlijk elke online shop, elke webshop op elk platform kunnen ondersteunen. En onze niche is echt die online conversie. We zijn op dit moment live in public beta. We hebben 3 klanten en daar zijn we enorm trots op. Die worden door ons enorm verwend. De plugin voor de SEO shop is ook klaar. En we kunnen vanaf nu eigenlijk die 8000 retailers gaan aansluiten van de SEO shop. En Next is eigenlijk de plugins voor Magento, WooCommerce en andere platformen. Wij vragen een 4 per transactie. Wij denken, we hebben marktonderzoek gedaan, dat 10 cent per transactie realistisch is. We hebben nog wat andere verdienmodellen die we in de loop van de tijd ook willen onderzoeken. Maar voorlopig is 10 cent per transactie wat we willen vragen aan retailers. We hebben een vrij ambitieuze roadmap voor komend jaar. Ik zal er niet in detail op ingaan, maar in ieder geval willen we ons product aanbieden. Ook onze verticals willen we uitbreiden. Producten uitbreiden en verticals uitbreiden. En daar hebben we geld voor nodig. We zoeken 350.000 euro, waarvan 100.000 euro is toegezegd door informal investors. Het liefst in de vorm van een convertible note. En we zoeken eigenlijk investeerders die ons kunnen helpen hun netwerk open te stellen aan retailzijde of aan shopperzijde. Nou ja, wat is een start-up zonder goed team tegenwoordig? We werken met 2 fulltimers en 2 parttimers. We hebben bij elkaar 30 jaar ervaring aan boord bij onder andere Marktplaats, Layer, Google en Bestseller. En ja, wij denken dat dit team tot een succesvolle executie kan leiden. Dit was Faster, dank jullie wel. En zwaar binnen de tijd. Jury, wie heeft de eerste vraag? Bartje, persoon? Nou, eerst een compliment. Heel heldere propositie. Je kent je concurrenten heel goed. Je weet wat je nodig hebt om een pitch te doen. Mijn vraag is, bij al die betaalsystemen die ergens een plekje in de markt willen veroveren, de drempel om groot te worden. Echt heel lastig. Hoe ga je dat doen? SEO shop is een mooie stap, maar ja, wat dan? En er zijn heel veel partijen die hiervoor zijn gegaan, als PayPal, die een lange aanlooptijd nodig hadden. Klopt. We zijn geen betaalsysteem. Dat wil ik echt even nadrukkelijk zeggen. We zijn eigenlijk een online conversiespecialist. Maar we zien wel in dat de plek in de cart dat die druk is. Dus wat we doen, we denken ook na over bijvoorbeeld white labeling. We willen gewoon de beste checkout willen we bieden. Maar samenwerking met bijvoorbeeld de partij als Adyen of een Nederlandse bank, die gesprekken zijn er ook al, of met een telco, PostNL bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal partijen waar we wel serieus naar kijken om daar iets mee te doen, om inderdaad die tractie te kunnen pakken. Is er een vraag uit de zaal? Ja? Hi, ik vroeg me af waarom je voor 10 cent per transactie gaat. Ik kan me toch voorstellen dat dat voor grote bedragen heel erg weinig is. Maar voor kleinere bedragen, als je het hebt over PostNL bijvoorbeeld, dat het weer relatief veel is. Dat is waar. Eigenlijk willen we dat ook een beetje AB testen, maar volgens nog doen we wel hetzelfde werk. Je moet dezelfde checkout door. Ik ben het met je eens, een elektrische fiets van 1500 euro is een ander product dan een Greets card van 5 euro. Vooralsnog hebben we het zo vastgezet. Ja, en de witgoedsector was niet blij met de prijsverhogingen van kieskeurig laatst. En dat was ook een paar cent en daar ging heel hun marge heen. Dus. We zullen het zien, Bram. Dan heb ik alleen 1 laatste vraag. Ik zag even PostNL, een van onze partners, als concurrent. Stel nou dat jullie ze helemaal wegdrukken. Hè? Worden jullie dan sponsor van Online Tuesday? Heel graag. Okay. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Albin. En de tweede presentatie is van Henk-Jan Journey over, is het Fibio of Fibio? Fibio. Ja. Jouw tijd gaat... Sorry, de 5 minuten van Henk-Jan gaan nu in. Goedenavond allemaal, mijn naam is Henk-Jan Journey en ik ben eigenaar van Fibio. Dat is de tool om het gebruikersgemak van je website te testen. Ik ga jullie eerst even meenemen in wat voor
manieren er op dit moment marktonderzoek gedaan worden. Dat zijn op de volgende drie manieren. Hoe kan je je website testen? Dat is, er zijn kwantitatieve tools, kwalitatieve tools en offline marktonderzoek. De online kwantitatieve tools, zoals bijvoorbeeld Google. Dat is natuurlijk fantastisch, Google Analytics, dat je kan zien wat de meeste mensen doen. En dat ze afhaken op een bepaalde pagina. Maar je weet natuurlijk nooit waarom ze afhaken. Dus dat moet je uitvragen met online kwalitatieve tools. Maar dan val je weer je huidige klanten lastig op het moment dat zij een aankoop gaan doen. Je wil ze eigenlijk niet lastigvallen met een vragenlijst. Je wil ze gewoon dat ze je product kopen. Dus dan komen we snel uit bij offline onderzoek. Mensen uitnodigen bij een onderzoeksbureau om een website te onderzoeken. Maar dat heeft ook zijn nadelen. Want die mensen komen dan uit die omgeving. Dus mijn grote vraag was, waarom kan je een online website niet online testen? Dus daarmee is Fibeo ontstaan. En dat staat dus voor feedback video. En dat is de tool om je gebruikersgemak te toetsen. En ik zou direct beginnen met een video. Hoe ziet dat eruit? Oh, dit ging te snel. Kijk, ik zie allemaal blokken op een website. Heel veel tweets. Ik zie niet zo goed wat we moeten doen hier. Nou, en hier zie je dus een pagina die heel logisch is ingedeeld. Het is een klus geweest van Rijkswaterstaat. En je ziet hier dus de webcam, dan zie je de respondenten echt zitten. En de Rijkswaterstaat dacht dat de pagina heel logisch was ingedeeld. Mooie grote Twitterberichten, maar daar kwam de bezoeker helemaal niet uit. De opdracht was naar de homepage te gaan. Ik ga denk ik naar het menu. Zij probeert nu terug te komen op naar de homepage. Nee. Dat is niet te vinden. Wij in de zaal weten allemaal als je op het logo klikt dat je terugkomt. En dat lijkt heel logisch. Maar van de 24 respondenten wisten slechts 6 terug te komen op de homepage. Dus door die video zie je ook echt dat mensen vastlopen tijdens een bezoek. Nou, hoe werkt dat dan technisch? Je gaat naar mijn website. Je vult daar een briefing in. We hebben een paar standaard templates staan. Die tweak je de vragen een beetje en de briefing voor de vragen die aan de respondent gesteld worden. Vervolgens kies je een van onze 80.000 respondenten uit. En die nemen vanaf huis een opname in een van de 80.000 usability labs. Gewoon de woonkamers van die mensen. Vervolgens wordt dat samengevat in een rapportage. En met die rapportage kan je website optimaliseren. Wat leidt tot meer conversie. En nou ja, gewoon een beter bezoek aan je website. Dan heb ik hier de 6 hoofdpunten. Het is dus veel sneller en goedkoper. veel sneller en goedkoper. Nou, dat gaat lekker. Maar het gaat allemaal nog lukken. Het is sneller en goedkoper. Respondenten komen uit het gehele land. Dus je hebt niet meer dat je vastzit aan een bepaalde locatie. Het is schaalbaar, je kan het bijna kwantitatief inzetten. Voor ManyU doe ik nu een onderzoek met 90 respondenten. Dat is bijna kwantitatief. Ze zijn in een natuurlijke omgeving, want ze zitten gewoon thuis. Tonen emoties en op de lange termijn hebben we een benchmark. Ik kan nog heel snel even, dat was echt heel snel, de toekomst laten zien. vraag vooral een demo aan. Ik heb een aantal demo-accounts die ik kan weggeven. Dus ga vooral even naar fibeo.nl/contact. Vul ons contactformulier in. En dan neem ik contact met jullie op. En dan kan ik jullie een hele mooie demo geven van Fibeo. En, dankjewel. Het gaat al een halve minuut over. Helene. Dankjewel Henk-Jan voor jouw snelle pitch. Als ik hier naar kijk, word ik echt enthousiast. Dus je verhaal vond ik goed. Zeker de schaalbaarheid en het hele vernieuwing en innovatie die je in het model hebt gebracht. Hartstikke mooi. Wat ik me wel afvraag, wat is je businessmodel? Want daar heb je het eigenlijk helemaal niet over gehad. Ja, dat klopt. Ik heb nu een aantal testcases gedaan voor Rijkswaterstaat, voor de ABN en ManyU.
En het is eigenlijk tweeledig. Het is eigenlijk goed te gebruiken voor marktonderzoekbureaus, maar ook voor de online marketeer. Want die kan gewoon op mijn website het onderzoek bij elkaar klikken. En zo kan hij heel gemakkelijk en goedkoop een website, een onderzoek starten. Maar je kan ook bij onszelf een totaalpakket afnemen. En dan hebben wij een marktonderzoeker die samen de vragen apart hiervan opstelt. En dan krijg je een rapport erbij met verbeterpunten voor je website. En dan kan je direct mee aan de slag. En kun je dat helemaal zelf doen of is daar een soort consultancy element zit aan vast? Of? Nee, ik werk met freelancers die dat onderzoek oppakken. Ja, okay, ja. Maar je zou het ook helemaal zelf kunnen doen? Dat zou in theorie kunnen, ja. Iemand uit de zaal een vraag? Ja, roep maar. Ja, ik werk samen. Wacht even. Krijgen de betalers, krijgen de mensen die dit onderzoek invullen betaald en hoe zit dat allemaal? Dat was de vraag. Ja, ja dat krijgen ze. Ik werk samen met een aantal panelbureaus. En die respondenten die krijgen vaak rond de €20 per opname. Ligt er een beetje aan als het voor de ABMA Pearson, dan moesten we private bankers hebben. Die moesten we iets meer geld geven om te verleiden. Maar over het algemeen. Een tonnetje of zo. En wat hebben zij nodig, die respondenten, op hun computer om dit te kunnen doen? Een webcam. En dan installeren ze mijn software. En dan worden ze stapsgewijs meegenomen in het hele concept. En de achterkant is ook helemaal geautomatiseerd. Ja, die e-mails worden automatisch verstuurd. Oké, dankjewel Henk-Jan Journé. Dank. En we gaan gelijk door met Aris Thijssen van Sally. Even de goede presentatie. Hier heb je de klikken. En de 5 minuten van Aris gaan nu in. Goedenavond, wij zijn Sally Shopping en wij zijn een shopping tool voor de hipste, gaafste, tofste, vetste, maar voornamelijk beste en meest unieke winkels van Amsterdam. Daar hebben wij een grapje van gemaakt. Dus ik heb een paar hele mooie flyers. Ik ben dus mega super cool en vernieuwend. Ik ben heel erg gaaf en authentiek. En ik ben echt hartstikke hip en bijzonder. Ik heb zelfs zo'n kaart met ben ik een hartstikke zenuwachtig en weet niet wat ik hier aan het doen ben. Maar waar het eigenlijk om gaat, we beginnen met een vrij onorthodoxe uitspraak, omdat shoppen zoveel meer is dan online een product kopen. Ik wil er nog wel eentje naast leggen. Online shoppen is hartstikke vervelend, irritant, misleidend en heeft totaal niks met echt winkelen te maken. Wat wij ten alle tijde willen doen, we zijn trouwens een app, ik help jullie even. Wat wij doen is wij willen ondersteunend zijn aan echt winkelen. Echt winkelen, wat betekent is dat is een hele simpele behoefte, je bent naar iets op zoek. Je weet nog niet precies wat het is, maar het is een richting. Je bent op zoek naar een broek, je bent op zoek naar een muts, je bent op zoek naar een sjaal. Het maakt niet uit, maar dat drijft jou naar buiten om die 10 winkels af te gaan struinen. Als jij precies weet wat je zoekt, dan kan je dat wel inderdaad online doen of je kan het inderdaad bestellen. Maar wij willen dat echte winkelen, dat willen we ondersteunen. Hoe doen wij dat? Nou, dat hebben wij een nieuwe functie voor bedacht en die heet hengelen. Wat doet hengelen? Op het moment dat je de app downloadt, dan zijn er heel veel functies, maar die middelste, dat is de functie waar het om gaat. En er staat daarboven, maak nieuwe hengel aan. Dan kom je naar dit scherm, hoi, ik ben op zoek naar. Op dat moment ga je je vraag formuleren en dan komen er onderin in beeld komen de hashtags om die specifieker te maken. Zo stel je dus je vraag, ik ben op zoek naar. Ik heb als voorbeeld even zelf mijn laatste 2 hengels genomen. Hi, ik ben op zoek naar heren mat zwarte jeans maat 32. Die had ik nodig voor vanavond. En mijn tweede, hoi, ik ben op zoek naar een leuke cocktailjurk, open rug, donker van kleur. Ja, jullie weten niet wat ik in het weekend doe. Nu willen we natuurlijk even laten zien dat dit daadwerkelijk ook werkt. Dus ik heb een van de juryleden een hengel laten versturen, net voordat we de zaal ingingen. Ja, die had een van de juryleden goed binnengehengeld inderdaad. Er staat hier, ik heb een reactie, ik had gevraagd een sjaal rood, lekker groot. Niet heel origineel verder, maar. De reactie zullen we nog niet weggeven. Uh,
wat we inderdaad dus gedaan hebben, je hebt dus net je hengel heb je, opgezet en dan druk je heel groot op verstuur. Op het moment dat je op verstuur, dan komt het systeem, die linkt dat op dat moment aan alle winkels, waar we nu 95 winkels zijn aangesloten, en die linkt dat aan elke winkel die jou zou kunnen helpen met deze hengel, met deze vraag. Dan denk je dat is heel lastig voor winkeliers, want die staan in een winkel, die hebben geen computer. Nee, dat hebben we ook makkelijk gemaakt. Wij hebben een management app voor hun. Zij krijgen gewoon op hun telefoon, krijgen zij dit binnen. Je ziet, als je het nog goed herinnert, mij de bovenste. Hoi, ik ben op zoek naar die matzwarte broek. We willen het persoonlijk maken, dus er zit wel gewoon een fotootje bij en een naam, plus mijn hengel. En dit geeft de kans om de winkelier om gewoon te plekken snel te reageren en mij, als het ware, binnen te hengelen om deze koop te doen. Dus hieronder, foto erbij. Hi Aris, volgens mij zijn deze Slimfit jeans van Nudie een schot in de roos. We hebben er nog twee liggen. Volgens mij zit er ook nog 20% korting op. Goed baskets. En dan wil ik nu weer van de jury horen wat voor reactie zij erop hebben gekregen. Ik heb één reactie gekregen en dat na sluitingstijd is natuurlijk toch leuk. We hebben heerlijke grote warme sjaals van Scandinavische afkomst in onze winkel hangen. Kom je langs in de Tsar Peterstraat, ook staat er een goede cappuccino voor je klaar. Ook al hou ik eigenlijk meer van thee, maar het is toch heel aardig. Volgende keer beter brieven. Nou, dat is heel leuk, die functie, maar wij zijn natuurlijk wij zijn veel meer dan die ene functie. Wij geloven er heel erg in om die functionaliteit van onze app moet in alle tijden ondersteunen aan dat winkelen. Dus wij willen ten alle tijde gewoon meer mensen naar jouw winkel toe. Dat doen wij dus door een platform te creëren met de beste winkels van Amsterdam. Dat zegt dat een beetje ook om de hemels en de blokkers te uithalen, maar wij willen het beste van Amsterdam. En daarmee gaan wij, creëren wij het beste aanbod voor onze gebruikers. Wij bepalen welke winkels erin komen en bewaken dat ook. Applaus voor Aris. Oh, 5 minuten zijn voorbij. Sorry. Bert-Jan heeft een vraag. Ja, erg lachen natuurlijk. Ah. Graag gedaan. Voradius, ken jij Voradius en ken jij je concurrenten hierop? Ja, Voradius, maar die zetten de hele voorraad van winkels online om het daarna online te verkopen. Wij verkopen niks online. En denk je dat de topstrategie is om niets online te verkopen en vooral mensen naar de winkel toe te trekken? Ja, ik ben heel erg van mening dat mensen die met heel veel passie in winkels zijn geopend met hun producten, met het concept erachter, die in die winkel staan elke dag. Waarom willen wij dat hun naar online duwen? Zij zijn heel goed in offline. We moeten dat ondersteunen, we moeten dat heel makkelijk voor hen maken. We moeten die online oriënterende consument, want we zitten meer op mobiel en meer op internet, die moeten we wel vangen en faciliteren. Maar we moeten het niet helemaal naar online drukken. Heb je een soort persona gemaakt van degene die dit daadwerkelijk gaat kopen? Is dat de drukbezette manager die zegt, ik heb een sjaal nodig voor mijn vrouw. En welke winkel gaat dat binnen een uur bij mij bezorgen? Hoe ik winkel op het moment inderdaad dat ik bedenk dat ik iets nodig heb. Dan ga ik eerst in Amsterdam bedenken welke winkels dat hebben. En dan ga ik op zaterdag waarschijnlijk die 10 winkels af. Dan kom ik 3 winkels tegen die precies hebben wat ik wil. En dan ga ik eerst nog bedenken die hele week welke van de 3 het gaat worden. En dan donderdagavond koop ik het. Door dit te gebruiken heb ik nog steeds dat inspirerende winkelen wat ik doe. Maar mijn keuze is meteen heel specifiek. Narrowed down naar die 3 die mij kunnen helpen. Dus ik ben die persoon. Nog een vraag. Hoe zorg je ervoor dat je geen overload aan reclame krijgt van winkels waar je eigenlijk echt niet op zit te wachten? Al deze winkels die wij aansluiten, die hebben, doen geen aanbiedingen. Die doen eigenlijk geen lelijke reclame, die doen niks, want die vinden alles wat, die vinden het mooi en die willen daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Dus die gooien niet 30% rare banners en dingen erop. Dus zij willen daar niet eens bij een app horen die dat wel zou doen. Maar ze geven wel 20% korting op die broek van jou. Ja, maar dat is omdat ze mij kennen. Okay. Nog één prangende vraag vanuit de zaal. 1, 2, 3. Nee? Ook niets boven? Ja, toch? Verdienmodel. €49 per maand per winkel. En hoeveel winkels heb je nu? 95. 95.
ook al. Kijk eens aan. Wie heeft er heel snel gerekend hoeveel per maand dat is? Nee, maar, 49 euro per maand per winkel. Dat komt op 4700 euro ongeveer, geloof ik. Dankjewel, Aris van Sally. En van mode naar beauty is maar een hele kleine stap. En daarom staat hier Marianne van ietsmooier.nl. Je 5 minuten gaan nu in. Dankjewel en bedankt voor het podium voor vanavond. Ik wil graag iets mooier aan jullie voorstellen. Maar voor ik dat doe, wil ik deze Alan Scott aan jullie voorstellen. Een arts die zich bezighield met spastische patiënten. En tegen die spasmen had hij een goed middel ontdekt. En een bijwerking van dat middel was dat zijn patiënten volgens ook rimpeloos door het leven gingen. Hij zag er ook wat commerciële mogelijkheden in. Hij heeft het bedrijf verkocht in 1991. Dat bedrijf is afgelopen maand voor 66 miljard dollar verkocht. Hij heeft het goed gedaan, maar hij heeft de markt toch onderschat. En wij onderschatten die markt niet. De markt voor cosmetische ingrepen en cosmetische behandelingen is heel erg groot. Sterk groeiend en ook heel dynamisch. En de rol die iets mooier daar neemt, ik zal daar zo meer over vertellen, is dat we een gids zijn. Nou, gids. Dat klinkt misschien wat vaag, maar zie je het heel kort als de TripAdvisor die je hebt in de reisbranche voor de cosmetische ingrepen en cosmetische behandelingen. Ja, wat betekent dat nou als je een groeiende markt bent? Dat kan heel goed zijn, maar het kan ook uit de klauwen lopen. De groei kan bijna puberaal zijn. De markt schiet alle kanten op en dat is in dit geval ook zo. En de consument heeft baat bij veiligheid, duidelijkheid en een goed resultaat. En dat krijg je niet zomaar in een hele ontransparante markt. Nou, kun je zeggen, dan moet de overheid iets aan doen. Maar de overheid is vooral bezig met medisch noodzakelijke zaken binnen de inspectie. Dat is logisch. De markt zelf, die zijn nog niet echt bezig met het transparanter maken en het aan banden leggen van bepaalde zaken. Dus het komt toch neer op de consument. En die consument helpen wij met het platform iets mooier. Zo op iets mooier ga je kijken als je op zoek bent naar een hele goede kliniek of een hele goede arts of een goede huidtherapeut of een goede schoonheidsspecialist. Ja, de criteria die jij van belang vindt. Of je kijkt naar een behandeling. Wat is er heel erg geschikt voor mijn probleem of voor mijn wens of hoe je het ook wil noemen. En dieper in de funnel ga je kijken welke kliniek zou ik nu een afspraak kunnen maken. Of zou ik een intakegesprek of op een gratis consult kunnen komen. En tenslotte komen die consumenten ook allemaal weer terug op de site, schrijven hun review, gaan een interactie aan met hun peers. En dat zijn natuurlijk hele waardevolle verhalen. Want degene die al die stappen heeft ondernomen waar jij over denkt, waar jij over twijfelt, dat lees je natuurlijk heel erg graag. Of misschien ga je wel mee in een dieper contact via een forumdiscussie bijvoorbeeld. Nou, dat is eigenlijk de basis van de markt en de positie die iets mooier daarin neemt met een aantal businessmodellen. Het belangrijkste waar we ons nu op hebben gefocust afgelopen jaar, anderhalf jaar, is een abonneemodel. En dat betekent dat klinieken, artsen, specialisten, huidtherapeuten, et cetera, iets mooier kunnen gebruiken als een marketing en een sales platform. Het belangrijkste is dat we hen leads geven. Ik denk het belangrijkste KPI's die hier spreken is dat we meer dan 50 betalende klinieken hebben. En nog belangrijker, waar we echt trots op zijn, is dat er nog nooit een kliniek of een arts of een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist bij ons is weggegaan. Toen ik dit zat te oefenen, toen dacht ik, dan zijn we dus veel te goedkoop. Maar goed, hoe dan ook, we bieden duidelijk waarde voor geld. Ietsje dichterbij? Oké. Dus we zijn aardig op weg, maar we zijn er nog lang niet. We hebben een hele hongerige ambitie en we willen nog veel meer gaan doen. We willen dit uitrollen in verschillende landen, maar we willen ook op het gebied van transacties meer gaan doen. We willen een booking tool gaan ontwikkelen, zijn we nu in een pilot bezig. En we willen uiteindelijk ook een online shop creëren. Als jullie eerder hebben gekeken, dan zag je dat de markt voor de cremmetjes, want de markt voor de ingrepen en de behandeling, et cetera, is bijna een miljard. Maar de cremmetjes zit je al op 2,5. Miljard, dus daar kunnen we ook wat van innemen. Nou, aesthetic award is ook een manier om de hele sector op de kaart te zetten en iets mooier erbij ook. Is nog iets wat bestaat wat wij in 2015 gaan doen. Met wie doen we dit? Met ons team. 2 oprichters, inmiddels 4 aandeelhouders en een team van mensen om ons heen.
Gelukkig zijn we niet de enigen die enthousiast zijn over onszelf, maar ook verschillende klinieken, klanten, et cetera. En de pers, daar stonden we vorige week nog in de Max Magazine. Hebben we niet om gevraagd, hebben we niet voor gepitcht, maar we worden daar toch voor gevonden en dat vinden we ook heel erg leuk. Ja, wat zoeken we? We zoeken nu eigenlijk naar een investeerder, een partner die met ons het avontuur aan wil gaan in binnen- en buitenland met alle ambities die we hebben. En wat brengen we daarvoor in return? Nou, ik denk een hoop kennis, veel ervaring, operationele slagkracht, een hele goede reputatie in de branche waarbij we ook vrij snel zaken kunnen oefenen en testen en uitproberen. We hebben een goede reputatie, worden zeer gewaardeerd. En ik denk het belangrijkste wat we kunnen bieden is een ambitie en een passie om binnen 5 jaar een waarde van 10 miljoen euro te creëren. Ja, en diegene die met ons dat avontuur wil aangaan is meer dan welkom. Dankjewel voor jullie tijd. Dankjewel Marjan voor je pitch. Inderdaad, een hele grote markt, denk ik. En wat wij ons echt afvragen is, onafhankelijkheid is natuurlijk altijd met reviews een belangrijk punt. Als je op je site kijkt, zijn er best heel veel positieve reviews. Een enkele zag ik wat minder positief. Dat hoort erbij, dat maakt het. Ja, precies, maar het viel me op dat er relatief weinig zijn, maar dat betekent dat er heel veel goede klinieken zijn. Wat natuurlijk oké is, maar hoe verhoudt zich de onafhankelijkheid tot het businessmodel? De onafhankelijkheid is 100% en dat uit zich in het feit dat wij geen advertenties plaatsen van klinieken. Dus alle klinieken, salons, et cetera, staan op iets mooier. Sommigen willen dat niet, maar daar kunnen we niks aan doen. Dus iedereen staat erop, want iedereen moet ook, alle consumenten moeten de kans krijgen om een review te schrijven over die kliniek. Ja, advertentiemodellen, daar kunnen we natuurlijk wel het een en ander mee. We hebben ervoor gekozen om eerst een basis neer te leggen waarbij de onafhankelijkheid 100% is. En daarom geen advertenties van klinieken. Hoeveel bezoekers heb je nu ongeveer? We zitten tegen de 50.000 per maand. Dat voor de jury. Nog iemand uit de zaal? Ja, ik loop even naar je toe. Oh, ja. Ik kom ook naar jou toe. Klinieken betalen. Ja, sorry, als de klinieken niet betalen, wie betalen er dan ook weer wel voor de site? Dat is een hele scherpe vraag. Want er zijn geen advertenties van klinieken, maar er is wel een abonneemodel. En dat betekent dat de leads die we genereren, verdelen we over klinieken die klanten zijn. En waarvan we weten dat ze zich echt specialiseren op bepaalde behandelingen. Dus we kijken naar locatie en de wens van een bezoeker. En daar brengen we de leads naartoe. Gaan we straks naar het boekingmodel, dan wordt het natuurlijk gewoon een paperbooking. Jullie verdelen de leads of bepaalde, hoe ga je die verdeling doen? En hoe zorg je ervoor dat niet degene die het meest betaalt de lead binnenhaalt? Nee, alle klinieken betalen hetzelfde. Daarom is een abonneemodel. Betaal je, dan krijg je ongeveer 10 leads per jaar. En wij bekijken zelf inderdaad wat wij gewoon een hele logische combinatie vinden. En dat doen we in alle objectiviteit en oprechtheid. En hoe zie je de schaalbaarheid richting de toekomst? Je noemde net expliciet binnen- en buitenland. Ik kan me voorstellen dat de markt per land heel erg verschilt. Dus je overal wellicht een heel ander concept moet. Ja, dat zou kunnen. Maar het begint natuurlijk dat je een share of traffic krijgt. We hebben onze zinnen gezet in eerste instantie op Brazilië. Het is ruim 8 keer zo groot als Nederland. En de nummer 1 op het gebied van cosmetische behandeling. Het is daar ook veel geaccepteerder. En ik kan me voorstellen als we daar starten dat we 1 stad, 1 gebied pakken. En dat je start met een klein aantal klinieken waar je leads voor genereert. En het steeds verder uitbreidt. De vraag uit de zaal? Ja? Die is al gesteld door de jury. Geen vragen meer? Nee? Dan dankjewel Marjan voor jou. Dank. Oh, ik heb stiekem nog wel een vraag, want is ietsmooier.nl dan iets mooier op de spectrum waarop Marijke Helwegen heel veel mooier is? Maar misschien is dat niet helemaal een vraag. Antwoord. We gaan naar de 5e pitch alweer. Just. Oké, we doen niet alleen maar pitches voor start-ups. Ja, je krijgt hem, niet alleen maar pitches voor start-ups en producten, maar ook gewoon voor af en toe een gaaf project. En dit is er een van. Bas van der Lans en Radja Plezant. Rada. Rada Plezant van Beeld en Geluid.
gaan iets vertellen in 5 minuten en die gaan over 1 seconde in. Thanks, bro. Geachte publiek en jury, u bent de trotse eigenaar van de publieke omroep en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Wij pitchen, Bas en ik, vandaag de Beeld en Geluid iBeacon app die live gaat tijdens de Top 2000. Het is een pilot en wij hebben jullie steun nodig om dit op te schalen in de toekomst. Spreekstalmeester, zoals ik net al zei, Radha Plesant, online marketingstrateeg van Beeld en Geluid. Samen met Bas van der Lans, founder van Bureau Van Ont. Een korte situatieschets. Laatste maand van het jaar, daar staat het Top 2000 Café in Hilversum. Hele koude maand. Niemand houdt van kou, volgens mij spreek ik niet alleen voor mezelf. Wachten in de kou is al helemaal lelijk. Laat staan dat er nog eens 15.000 mensen elke maand in die kerstweek wachten. Beeld en Geluid is de trotse host eigenlijk van het Top 2000 Café sinds 2010. Drukste week van het jaar voor ons. Er komen ruim 15.000 mensen. En het meest negatieve touchpoint is wachten in de kou buiten. En iedereen weet, van wachten gaat de conversie dalen. Dus wij zeggen, fok wachten. Oh, dat is fok wachten. Inderdaad, we hadden daar een filmpje met muziek bij. Die denken we erbij. Daar gaat het tijd. Ze zeggen, Jossen, wachten. Het signaal was dus inderdaad volk wachten. En wij hebben onszelf de vraag gesteld, hoe kunnen we de toekomst van wachten definiëren? Wie kent iBeacons? Wie heeft er wel eens mee gewerkt met een app iBeacons? Dat zijn er heel weinig en dat vonden wij ook. iBeacons, wat GPS is voor buiten, dat zijn iBeacons voor binnen. De locatie van de gebruiker kan gebruikt worden. We hebben daar 1 aspect aan toegevoegd. Dat is social. De gebruiker is niet anoniem, maar we weten wie die is, zodat hij kan delen en wij weten wie die is, waarna we weer informatie kunnen sturen of delen. We hebben gemaakt een iBeacon app, een muziekkennis app. Langs de wachtrij zijn iBeacons gemonteerd en elke beacon triggert een vraag. Mochten we daar design af laten zien? Eigenlijk niet, maar vooruit. Spannend. Hij gaat live met kerst, tussen kerst en oud en nieuw. Dit is de app. Je downloadt hem, log in en start je ervaring, dus met Facebook. Je ziet aftellend naar het evenement toe, 2000 meter tot 254 meter, totdat je er bent. Hey, je bent er, loop door naar de wachtrij en de content van Beeld en Geluid is ontsloten in fragmenten. Fragment, antwoord A, antwoord B. Geantwoord, 1, 2, 3, 4, 5, speel de volgende vragen. Na de laatste vraag krijg je je resultaten. Enerzijds kun je die delen op Facebook, anderzijds krijg je een stempel. Aan die stempels hangen later weer incentives en kunnen we specifiek communiceren. Door deze app hebben we een hele nieuwe situatie gecreëerd in 2014. Zoals je kan zien hadden we eerst een wachtrij, nu voegen we daar entertainment aan toe uit het archief van Beeld en Geluid. We hebben nu geïdentificeerde bezoekers. Aan de hand van Facebook login kunnen we specifiek met ze communiceren. We hebben de locatie ingezet als extensie van je ervaring. En wat natuurlijk heel mooi is, op basis van de stempels wat Bas ook aangaf, kunnen we gesegmenteerd gaan communiceren. Dan is natuurlijk de vraag, is dit een campagne of is het een duurzaam effect? Wij gebruiken het momentum van de Top 2000 om een kanaal van Beeld en Geluid te vullen. De drukste week van het jaar, die genereren we om app downloads te stimuleren. Dus niet een event app, maar een duurzaam mobiel marketing kanaal voor Beeld en Geluid. Maar wel voor 15.000 man en dat is best eng, want wat kan er allemaal fout gaan? Wat denk je, Bas? Nou ja, beacons zijn leuk en wat je ermee kan ook, maar de vraag is inderdaad hoeveel mensen kan het aan en werkt het? Nou ja, we hebben er allemaal trucjes voor bedacht. Eentje daarvan is een soort panic button die we hebben in ons CMS. Als blijkt dat het niet werkt, kunnen we met 1 knop om zorgen dat elke beacon hetzelfde effect heeft. Zodat de gebruiker er nauwelijks iets van merkt, maar toch de app blijft werken. Klinkt goed. Lessen die wij geleerd hebben zijn innovatie hangt in dit geval aan enthousiaste mensen die niet bang zijn om nieuwe dingen te proberen. Het is een experiment, een pilot, kunnen dingen fout gaan. Bouw een vangnet in, net zoals wij net aangeven met die panic button. Last but not least, in 1,5 maand kan je iets bedenken, iets bouwen en ook daadwerkelijk uitrollen. Dat is een heel belangrijk moment van het jaar. Dus wij denken op deze manier het nieuwe wachten gedefinieerd te hebben. Deel 1 is deze pilot die we doen tussen kerst en oud en nieuw om het wachten buiten plezant te maken. Jury en zaal, we vragen u te investeren in stap 2, namelijk ook wachten binnen. Kregen we veel terug op TripAdvisor, ook leuker te maken. Dat is waarvoor we jullie aan vragen. Dank jullie wel. Dank je wel.
Ja, Bert-Jan? Ja, het is natuurlijk erg tof dat er nu eindelijk dingen gebeuren met iBeacons waar je wat creativiteit in kwijt kan. Dus mooi begin. Het eerste wat ik dacht is, waarom als ik naar de slager ga, tekst nummertje en dan weet ik wanneer ik aan de beurt ben. Ondertussen kan ik even ander brood kopen of ik ga naar Lauwman, grote wachtrijen altijd. Dus bij jullie denk ik van, kom aanlopen. Ik krijg met mijn app een beacon nummer, of ik krijg een nummer. En dan weet ik van, oh, ik ben nummer 300 in de rij. Dus, en ik krijg een berichtje wanneer ik bij jullie, wanneer ik me bij de ingang mag melden. En dan hoef ik niet te wachten. Dus, maar daarmee kaap ik jullie idee. Dus, maar ik dacht, dat ga je oplossen? Of dat heb je al bedacht? Nou, dat is echt een heel terecht vraag. Want wat wij ons afvroegen was van, we kunnen wachten overbodig maken. En veel iBeacon startups zeggen ook, we zorgen dat je nooit meer hoeft te wachten, want je gaat iets anders doen. Wat wij met elkaar gezegd hebben is, wachten is juist een onderdeel. Zonder wachten heb je geen momentum. Als je niet met elkaar in een rij staat, in die kou, dan heb je ook niet die opbouw naar dat evenement toe. Van, ja, dat is een belangrijke overweging geweest. Ja, zeg maar, dat, zoals je nu vertelt, lijkt net alsof pre-rolls kijken als ik naar een video ga kijken. Dat is, tijdens het wachten is het leuk om dan iets te zien te bewegen. Maar nog even, hoe gaan jullie geld ermee verdienen? Dus wat is jullie businessmodel? Hele goede vraag. In eerste instantie is dat niet de doelstelling. We willen het wachten in het museum eigenlijk aanpakken. Dus misschien indirect, als het wachten ook entertainment is, kunnen we misschien veel meer herhaalbezoek stimuleren naar het museum. Nou. Dus? Het is gewoon een eenmalige app. Het is eenmalig iets wat je hebt gebouwd nu. En wat je niet verder wilt inzetten in branches, andere bedrijven, andere evenementen. Nee, het is juist wat we hebben gezegd. Een aanleiding tot de reis als evenement om de app te vullen met gebruikers. En het is een duurzaam kanaal. Dus we kunnen elk event wat we in huis of buitenshuis hebben, kunnen we weer als aanleiding zien om de app opnieuw te stimuleren. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om te gaan wachten, dus dankjewel voor deze pitch. Zijn er nog vragen uit de zaal? Zit iemand heel erg uit te wachten? Nee? Nee, geen vraag. Oké, dankjewel Bas en Rada. Als zesde in de rij, Frido van Driem van Zeef. En jouw 5 minuten gaan nu in. Dankjewel Bram. Ik ben Frido, medeoprichter van Zeef. En vanavond kunnen we het hebben over hoe wij informatie vinden. Met de komst van de boekdrukkunst was eigenlijk mogelijk voor het eerst om snel informatie te verspreiden. En dat mensen toegang hadden tot informatie. Met de komst van het internet is het eigenlijk enorm geëxplodeerd. Hedendaags zijn er hele krachtige middelen om informatie te vinden. Zoals hierachter iemand wel herkent. Echter, er is wel een bekend probleem gaande. En daarmee wil ik openen met een quote van Eric Schmidt. You often hear people talk about search as a solved problem, but we are nowhere near close. Waarom is dit nou? Op het moment dat jij gaat zoeken naar informatie waar je verstand van hebt, biedt het een hele goede uitkomst. Op het moment als jij gaat zoeken naar een onderwerp waar je geen verstand van hebt, en waar je gewoon een overzicht wil ontvangen, dan kan je het maar beter vragen aan de mensen die er echt verstand van hebben. En dit was iets wat mijn professor in 2010 al tegen me zei. If you really want to have quality info, ask the people who have done it. Waarom? Zij zijn degene die de informatie al selecteren, hebben gefilterd en gecategoriseerd, zodat jij dat zoekwerk niet hoeft te doen. Zelf heb ik dit probleem ervaren toen ik begon met mijn start-up. Ik wilde iets weten over pitchen. Maar ja, ik ga naar YouTube toe, tik het in. Wie is nou een guru? Ik bedoel, iedereen kan content produceren en dat online zetten. Kortom, online trust. Groot issue. CRM. Hier heb ik nachtmerries over gehad. Wij hadden dit nodig. Ik denk, jemig,
waar kan ik nou beginnen? Je tikt het in, je krijgt al die resultaten, 152 miljoen om exact te zijn. En je denkt, ja, nou ja, de eerste paar, ik ga maar gewoon proberen. En we doen dit allemaal, hè? Allemaal ervaren we die pijn en allemaal gaan we weer door die opnieuw het wiel uitvinden. En dan hebben we uiteindelijk iets gevonden en ik, ja, yes. Maar niemand doet hier iets mee. Kortom, als jij informatie van het internet al wil hebben, it's like drinking from a fire hydrant. Het is gewoon te veel. Hoe vind je dan wel kwaliteitsinformatie? Wij denken dat het antwoord ligt, zoals mijn professor aangaf, in de mens. Een mens is in staat om het te filteren. De beste websites te selecteren, een aanbeveling doen en een ranking van websites. Dit heeft een bepaald woord, dat heet contentcuratie. Je zeeft het internet en vandaar dat we hebben gekozen voor de naam Zeef. Lekker Hollands, we gaan lekker zeven. Zo hebben wij nu op Zeef mensen die aangeven, op dit onderwerp weet ik alles en verzamelt vervolgens de beste informatie. Je hebt een paar voorbeelden van SEO, design of growth hacking. Deze mensen hebben er verstand van. Kortom, onze visie is om de wereld van informatie te filteren met human intelligence. Momenteel hebben we al 6000 mensen die zich hebben aangesloten en die voor jullie het beste informatie verzamelen. Met één duidelijk doel, om mensen te helpen met het vinden van kwaliteitsinformatie. Al 1 miljoen mensen helpen we jaarlijks met het vinden van informatie. Waarom gaan mensen nou actief worden op Zeef? Mensen hebben eenmaal behoefte aan om dingen te categoriseren en te rangschikken. Zelfs als Wikipedia. Je wil je steentje bijdragen. En zodra je op het onderwerp contentcuratie al gaat zoeken, zie je al dat Zeef naar voren komt, tezamen met Wikipedia. Wikipedia is het consumeren, Zeef is het navigeren naar de juiste bronnen. Je wil ook online autoriteit uitstralen over je onderwerp. Dus zodra iemand jouw naam gaat zoeken, dan komt die pagina tevoorschijn waar jij een expertise over hebt. En wij zitten hier met 268 mensen. Jullie hebben allemaal een expertise. Jullie weten donders goed wat goede informatie is. Dus waarom deel je dat niet met de rest? En help je andere mensen met het vinden van informatie, zodat zij niet die pijn moeten voelen. Ik heb het gedaan op het gebied van startups. En help dagelijks mensen, als zij willen weten hoe moet je een bedrijf starten, dan heb ik een totaaloverzicht. Dus ik nodig jullie uit en help ons alsjeblieft met het filteren van het internet. Dankjewel. Even, is er een vraag uit de zaal? Gewoon even de boel helemaal radicaal disrupteren en zo. Hier komt de eerste vraag. Ja, hoi, mijn eerste gevoel was startpagina 2.0. En ik hoor een paar ja's. Exact. Is er een vraag eigenlijk? Ja, wat is het verschil? Heel goed, dankjewel. Nou ja, dankjewel. Daar was ik op voorbereid, dat is de volgende slide. Dat is knap. Kijk, mijn moeder zei altijd, als je iets doet, moet je echt wel weten waar je aan gaat beginnen. Dus we hebben ons huiswerk gedaan in dat opzicht. Hier zie je startpagina, hier zie je Zeef. Het grote verschil tussen startpagina en Zeef is de ranking. Startpagina heeft totaal geen ranking. Daarnaast heeft startpagina maar 1 beheerder over een onderwerp. Kortom, in de tijden dat zij begonnen en iemand had het onderwerp geclaimd, kon niemand anders een overzicht over dat onderwerp maken. Wij hebben competitie. En competitie zorgt eigenlijk voor een verhoging van de kwaliteit van de informatie. Want als jij denkt, ik kan een beter overzicht maken, kan je ook over hetzelfde onderwerp een pagina starten. Daarnaast, de widgets. Het klinkt heel technisch, maar het is heel simpel. YouTube kennen jullie allemaal. Als je op een website komt, dan zie je een YouTube-filmpje. Dan laat je gewoon zien dat dat filmstukje op een andere website kan worden geplaatst. Hetzelfde kan met Zeef. Je maakt een lijstje over boeken en vervolgens kan een website, die kan dat pakken en op zijn website zetten. Van hé, dat is een interessant lijstje, dat wil ik hebben op mijn pagina. Dus dat zijn de verschillen tussen Zeef en startpagina. Jury, wie geef ik het woord? Dankjewel. Jullie hebben denk ik echt iets te pakken, hè, want het is een probleem wat we allemaal denk ik herkennen. 2 vragen. De onafhankelijkheid is natuurlijk misschien je volgende slide, weet ik niet.
En twee is natuurlijk je businessmodel, alhoewel daar natuurlijk wel een vermoeden voor je over hebben. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Ja, onafhankelijkheid, heel belangrijk. Daarvoor is mijn tweede slide. Dat is geen grap. Dit ben ik, Frido. Iedereen kan een pagina aanmaken. Dus het is niet zo dat één iemand de regie heeft. Daarmee zijn we per definitie onafhankelijk. En hoe wij geld verdienen, hier zie jij bijvoorbeeld een opleiding. Als iemand zegt, hey, dat is interessant, die master, en die klikken daarop en melden zich aan. Dan kunnen wij een vergoeding krijgen. Niet zeef, maar degene die pagina beheert, die ontvangt een vergoeding. Omdat die een klant heeft geholpen en heeft doorgestuurd. Wij pakken daar gewoon een percentage over. Maar eigenlijk het grootste businessmodel van ons is dat die blokjes die je maakt, kunnen worden weggezet op andere websites. Waarom? We hebben iemand die heeft een pagina over sneakers. En die kan uit zeef de toplijstje halen van online shops waar je sneakers kan kopen. Wij converteren 3 tot 15 keer hoger dan AdSense. Want AdSense laat gewoon maar een random advertentie zien. Nou, niet heel random. Maar de beheerder van die website is in staat om een relevante lijst van partijen bij de content te zetten die je schrijft. En dat is, dat slaat aan. Wie betaalt de vergoeding aan deze meneer? Oké, nou, stel je voor, jij denkt, nou, de Lean Startup, dat is een goed boek. Jij klikt erop, je gaat naar Amazon, je koopt het. Dan geeft Amazon, die geeft de commissie, die ontvangt zeef en stuurt het gedeelte door naar de beheerder. Dit werkt helemaal top als er allemaal boeken en cd's worden verkocht. Maar voor CRM-pakketten dan wordt het al wat spannender. Dus je moet overal afspraken maken over affiliate deals. Ja. Facialista doet dat ook, allemaal met afspraken maken. Ja. Maar dat is retail. Ja. En jij hebt overal antwoorden op. Dus hoe kom ik naar de maan? Ja. Nou, dan kan ik een ticket voor 250.000 euro naar de maan kopen. En dan vak jij een affiliate deal. Ja. Nou, ik ben heel blij om dit te zeggen. Wij sluiten die deals niet met die partijen. Dat zijn de affiliate netwerken. Dat zijn de Zanox, de Desicom, de Trade Trackers. CJ is enorm groot in Amerika. Zij sluiten af met Nike bijvoorbeeld. Als wij met deze ID iemand doorsturen, dan moet je ons een vergoeding geven. En onze API die slaat aan op al die affiliate netwerken. Dus zodra je een link toevoegt in Zeef, dan wordt er automatisch een affiliate link van gemaakt. Hoef jij niet eens meer over na te denken. Jij krijgt alleen keurig netjes je vergoeding als jij een klant hebt geholpen. That's it. Is het dan niet verleidelijk om op de hoogste affiliate vergoeding te sturen? Ja, ik ben blij dat je die vraag stelt. Dat is ook een hele belangrijke issue. Is dat als jij een lijstje maakt van partijen en je zet bijvoorbeeld bol.com op nummer 2 van de beste site waar je een boek kan kopen in Nederland. En je zet Amazon op 1. En je zegt, ja maar, dat klopt niet. Bol.com moet op 1 staan. Dus jij kan wel een lijstje maken en de beste betaalde bovenaan zetten. Maar iedereen die kijkt en dan zegt, ja, sorry, maar jouw lijstje klopt niet. En aangezien jouw gezicht boven dat lijstje staat, zei die gozer, die vertrouw ik niet meer. Ja dat is goed. De kritiek maar dat hoeft niet te vertellen dat overige mensen kunnen dat zien en kunnen zeggen, ik ga een gelijkwaardige pagina aanmaken met wel een overzicht. Hoe het wel in elkaar moet zitten. Dus doordat we een competitiemodel hebben, heb je niet één iemand die bepaalt hoe de ranking in elkaar zit. Nee, meerdere mensen kunnen over het onderwerp actief worden. Vraag uit de zaal. Ja, die competitie, als ik iets wil weten over een bepaald onderwerp of over boeken, hoe weet ik dan wie die goeroe is? Dan heb ik toch precies hetzelfde probleem als jij met die filmpjes als je startup pitches gaat zoeken. Als er niet één overzicht is over een zeg maar van een bepaald onderwerp of van een bepaald soort producten, dan heb ik er toch nog steeds niks aan. Ja, dat is heel bot gezegd misschien. Maar dan kom je toch uiteindelijk uit als je die competitie op een hoop gooit op een soort nieuw Wikipedia. Je hebt in het systeem hebben wij het zo gebouwd dat als jij een pagina aanmaakt, dan houden wij bij hoe de performance is van je pagina. En natuurlijk zullen er inderdaad mensen zijn die gaan zeggen, nou ik ga de best betaalde, ga ik inderdaad bovenin zetten. Andere mensen gaan een tegenpagina aan starten. En wij zullen een totaal overzicht kunnen pagina maken.
als jij over dat onderwerp niet alleen maar wil weten wat is nou de expertranking van dat lijstje, maar ik wil gewoon weten wat zegt geheel 7 in combinatie met al die experts over dit lijstje, dan kan je daar ook een ranking op krijgen. Dus een expert kan wel zeggen, dit is inderdaad de beste, maar als een consument zegt, nou nee, maar ik wil de mening hebben van de gezamenlijke experts op dit lijstje, dan krijgen ze een andere volgorde te zien. Ik ga ingrijpen, want we krijgen heel veel tijd nu. Had het eigenlijk in die 5 minuten moeten zitten. Zo hard zijn we dan maar eventjes. Ja. Of in een van die slides die erna zat. Dus dankjewel, Frido. Ja, graag gedaan. We hebben 6 presentaties gehad. We zijn op de helft. Zijn jullie er nog? Ja? Dan gaan we een heel klein pauzenummertje doen. En dan wil ik jullie allemaal even vragen om te gaan staan. Allemaal heel even staan. Ja? Ja, ook boven. Allemaal even staan, jongens. Even sportief meedoen. Het is net of jullie erbij zijn. Ja? Dat was het pauzenummertje. Lekker je spierige. Je kan weer gaan zitten. Lekker even los. Goed zo. En er zijn dan mensen echt naar de wc gegaan en zo. Die komen dadelijk terug en die vallen halverwege de 7e pitch binnen. Dat is helemaal mooi. We hebben helemaal geen tijd om zo lang pauze te houden, want we gaan gewoon door met de pitches. Tjaka, we gaan naar nummer 7. Ricardo Steinboeg over Blended. Ricardo. Nou, dankjewel Bram voor het scherp zetten van het publiek. Dat was misschien wel even nodig. Mijn naam is Ricardo Steinboeg, oprichter van Blended. Ik heb niet de illusie dat ik op TED sta, al lijkt me dat het wel ontzettend gaaf om een keer te doen. Maar TED, de letters TED, die staan ergens voor. Die staan voor technologie. Sorry, even terug. Het scherm loopt niet parallel. Het staat voor technologie, educatie en design. En het zal jullie niet vreemd zijn. En dat zijn eigenlijk de drijfveren achter Blended. Want wij met ons team hebben dat als drijfveer om de markt te veranderen. Het is het team, het is de schil van experts daaromheen. En met elkaar willen we organisaties helpen om marktgerichter te worden in een digitaal tijdperk. Hoe doen we dat? Nou, dit is het team. Dat zijn de verschillende mensen die in de kern zitten. En daaromheen zit een grote schil van experts uit het vak. Dat is eigenlijk ontstaan ruim een jaar geleden toen we met elkaar hebben gebrainstormd met mensen van verschillende bureaus. Van marketingbureaus, reclamebureaus en adviesbureaus en trainingsbureaus. Van hoe ziet het de toekomst van verschillende bureaus er dan uit? Als je al die veranderingen neemt. En hebben we 2 bewegingen komen daaruit naar voren. Eén was de groei van in-house agencies. Dat bedrijven kunnen, willen en moeten meer zelf doen. En dat verandert enorm de rol van het bureau. Want hoe ga je daar dan mee om? In Amerika is dat al meer dan 60%. En dat komt langzaam maar zeker ook steeds meer naar Nederland. Het tweede fenomeen is online leren. Dat neemt een enorme vlucht. Je ziet dat erkende instituten zoals Harvard. Met massive open online courses. Nou, kennis wordt steeds meer toegankelijk. Een kleine kanttekening daarbij is dat meer dan 90% maakt zo'n online cursus niet af. Maar het is wel een fenomeen als kennisoverdracht, als marketingadviesbureau, een van je core van je dienstverlening is. Waar sta je dan nog als die kennis verschuift naar de opdrachtgever? Dat is best een uitdaging. Want met elkaar zitten we in die digitale transformatie, die enorme verandering. Niet alleen bureaus, maar natuurlijk ook organisaties. En vandaag de dag zeggen we van ja, daar. Niet de beste, niet de slimste, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan die verandering, die zal overwinnen. Nou, daar willen we graag iets aan toevoegen, want het is wel heel erg veranderd. Je moet ook snel zijn om dat te kunnen doen. Want voordat jij iets op de markt hebt gebracht, is er alweer een of ander initiatief uit een vreemde hoek die je hele businessmodel omver gooit. En zie dan maar je organisatie mee te krijgen. Nou is dat als je klein en wendbaar bent zoals wij, of misschien jullie zoals je hier zit, is het nog wat te doen, maar niet als je een grote zorginstelling bent of een ander bedrijf, PostNL, daar zat ik 2 weken geleden trouwens, een mooie sponsor van dit verhaal. Want die hebben wel de nodige uitdagingen bedrijven. En we hebben even samengevat in 5 C's. 1 is, hoe geven we mensen de juiste kennis en kunde om te gaan met die veranderingen en het maximale uit de marktbeweging te halen? 2 is de cultuur. Want niet iedereen is dat gewend om heel sterk te reageren. Zorginstellingen moeten ineens niet meer over patiënten spreken, maar over cliënten. Dat is een mooi woord, maar hoe ga je daar dan mee om? Dat vraagt dus ook om betrokkenheid. En hoe hou je mensen aan boord
bij een enorme verandering. Dat is geen sinecure. Creativiteit, ik hoorde het daar straks al over innovatie. Hoe breng je mensen zover om met nieuwe ideeën te komen, om verweer te geven aan nieuwe initiatieven. En de jongens van de studio, die zeiden ook van ja, je moet daar wel het lef voor hebben. Maar wat je heel vaak merkt is dat er gewoon niet de ballen en de kloten zijn om het werkelijk toe te passen. En dat begint op C-level. Mooie woorden, mooie papieren tijgers, maar uiteindelijk wordt het niet gedaan. Dus de vraag is wel, ja, hoe ga je dat dan doen en hoe zijn wij van mening om daar een ondersteuning aan te bieden? Want dat is onze passie, onze drijfveer, om langs de as van technologie en educatie en design, om dat leuk te maken. En volgens Benjamin Franklin, hoe krijg je mensen daarbij betrokken? Daarbij hanteren we een filosofie die niet van ons is, die wetenschappelijk onderzocht is, maar hoe mensen leren. Nou, misschien weet je dat, de 10-20-70 benaderingen. 10% van via formeel leren, dat is als ik hier iets vertel en ik probeer kennis over te dragen, dan weet je straks nog maar met een beetje mazzel 10%. 20% van elkaar, door feedback, van en met elkaar of onder begeleiding. En 70% door het gewoon te doen. Nou, dus alles wat wij doen moet leiden tot het toepassen. Nou, en daar hebben we ook onze hele aanpak op ontwikkeld. Maar waarbij we wel de criteria hanteren, het moet effectief, moet aantoonbaar effect hebben. Attractief, hoe kun je leren en ontwikkelen leuk maken voor individuen en groepen. En hoe maak je het toegankelijk? En daarmee bedoel ik de verschillende niveauverschillen. Want niet iedereen zit op hetzelfde niveau qua kennis. Maar ook multi-device, dus responsive. Daarbij brengen we wel een focus aan voor onszelf. Want je kunt van alles doen, maar wij richten ons op marketing, communicatie, creativiteit en leiderschap. Onze strategie daarachter is klein beginnen en groot eindigen. Dus daar hebben we een pilot voor nodig. Daar zijn we in augustus zijn we daarmee gestart. Dat hebben we bij een kleine toeristische organisatie in het oosten van het land hebben we dat gedaan. Of zijn we aan het doen. Online, vanuit de Blended University, leren zij. Dan komen we bij elkaar tijdens een bijeenkomst. Diverse bijeenkomsten. En dan gaan ze weer in de praktijk. Dan krijgen ze online ondersteuning en coaching. Applaus voor Ricardo. Sorry. Ja, ik had beloofd dat ik streng zou zijn. Nou, dat is wel jammer. De jury staat te popelen om vragen te stellen. Nou. Komt het. Dankjewel voor je pitch. Heel eerlijk, wij waren echt al binnen een minuut, denk ik, vertrokken. Oké. En wij begrijpen nog steeds niet helemaal precies, als ik voor ons drieën mag spreken, wat de kern is van wat je exact doet. De kern van wat we doen is dat we een mix maken tussen verleren en ontwikkelen van een online omgeving en een toepassing. Dus ja, daar was ik nu aangekomen. Dat we nu met bestaande software, een CLMS, een learning management systeem, bieden we dit aan. Maar uiteindelijk willen we een totaal online aanpak ontwikkelen voor leren en ontwikkelen. Dat is wat we doen in een mix. En als je nou in, nou laten we zeggen, max 10 zinnen kan zeggen, wat doe je nu, waar sta je voor en hoe ga je verdienen? Vijf zinnen. Waar staan we voor? We helpen organisaties marktgerichter te worden langs de as van blended learning. En we verdienen geld doordat we in-company academies bouwen in een online omgeving. En dat verdienmodel is ook naar buiten toe, dat ze het aan hun klanten kunnen aanbieden in private label. En met opleidingsinstituten praten we over de open markt, het betreden van. Dus is het in-company en de open markt betreden we in samenwerking met een opleidingsinstituut. Misschien is het wel goed om dat stukje dan voor dan even iets eerder in je verhaal. Oké, ja, ik had een mooie opbouw. Het zit allemaal in de staart. Het is een beetje jammer dat ik daar niet aan toe kom. Ja, wij kwamen er ook niet aan toe. Nee, oké, jammer. Iemand had een vraag uit de zaal? Nee? Ja, toch? Om je wel toch de kans te geven je pitch af te maken. Dankjewel. Wat heb je nodig? Wat we nodig hebben, als je kijkt naar, we hebben launching clients. Nou, dit is de eerste en we zijn in gesprek met de volgende partijen. Waarmee we dit op een goede manier structureel willen ontwikkelen en naar de markt toe brengen. Dus we zitten niet te wachten op, nou ja, als er een investeerder aanklopt zullen we geen nee zeggen. Maar dat is niet onze strategie, want we willen het vooral goed en structureel opzetten in plaats van snel geld verdienen. Dus wat we nodig hebben zijn klanten die erin geloven en vertrouwen en die hebben we, daar zijn we inmiddels mee in gesprek. En die hebben we ook. Dankjewel, Ricardo. Ja, graag gedaan, dankjewel.
Koen Drosten van Polar Steps. Thanks. Hi, ik ben Koen. Ik ben een van de oprichters van Polar Steps. Polar Steps is het platform om je reis op een eenvoudige manier en een mooie manier te loggen en te delen met je vrienden thuis. Polar Steps is eigenlijk opgericht door 5 fanatieke reizigers. De beelden die je hierachter ziet, die zijn van onszelf. We zijn alle 5 werkzaam in de internetindustrie. We hebben gewerkt voor bedrijven waaronder Google, Hives, Philips, Upcoming.nl en de Telegraaf Media Groep. En op dit moment zijn we, hebben we een eerste investering gekregen van TMG Startups. Een beetje informatie over wat is Polar Steps, waar komt het eigenlijk vandaan. Hier achter mij zie je een foto. Dit is Niek, een van onze medeoprichters. Hij zit hier in de zaal. En Niek die ging eigenlijk in 2006 met zijn bootje over de Atlantische Oceaan varen van Frankrijk naar de Caribbean. En hij bedacht toen van hoe vet zou het zijn als mijn vrienden en familie thuis mijn reis live kunnen volgen terwijl ik die oceaan aan het oversteken ben. Nou, dat is 2006, dus er waren nog niet heel veel technieken beschikbaar. Dus wat Niek deed, hij nam een GPS-trekker mee op zijn boot en nam een satelliettelefoon mee. En elke dag sms'en die zijn geocoördinaten naar een server die in Nederland stond. En vanaf die server werden die geocoördinaten en een korte tekstupdate werden live op het internet geplaatst. Nou, dat was een heel vet concept en heel veel mensen zeiden van wat een ontzettend mooie manier om je reis vast te leggen. Vandaar werd eigenlijk een tweede prototype ontworpen en daarmee werd naar Zuid-Afrika gereden. En een derde prototype waarmee naar Kirgizië werd gereden in een Jeep Cherokee. En elke keer waren de reacties van mensen thuis waren hetzelfde. Wat een mooie manier om live iemand te kunnen volgen, om te kunnen zien waar iemand zit. En voor de reizigers zelf, die prototypes uitprobeerden, die zeiden van wat waardevol om nog jaren later een precieze herinnering te hebben van de route die ik heb afgelegd. Nou, wij hebben eigenlijk met het Polar Steps team besloten dat we het heel vet zouden vinden om gewoon zelf vanuit onze eigen behoeften ook zo onze reis te kunnen loggen. En om daar ook een product van te maken waarmee alle andere reizigers die dat leuk vinden hun reis kunnen vastleggen. Nou, hoe dat eruit ziet, dat is eigenlijk het screenshot dat je hier achter mij ziet. Dit is de beta versie van Polar Steps. Die is nu op dit moment in gebruik door 20 testreizigers die in diverse werelddelen nu aan het rondreizen zijn. En wat je hier eigenlijk ziet is een meisje die door Zuid-Amerika aan het reizen is. Ze heeft Polar Steps, het is een app en een bijbehorende desktop website. Ze heeft de app op haar telefoon geïnstalleerd en de app houdt automatisch haar route bij. Daar hoeft ze dus niet haar telefoon voor uit de zak te halen, gaat volledig automatisch. Op basis daarvan worden allerlei puntjes over de kaart getrokken en aan de individuele puntjes kan ze vanuit de app fotootjes hangen en korte status updates hangen. Zodra haar telefoonverbinding maar met internet wordt alles automatisch geüpdate op haar wereldkaart en kunnen haar vrienden en familie thuis precies haar reis en haar avonturen volgen. Daarnaast heeft ze ook diverse reisstatistieken beschikbaar, zodat je echt een volledige log hebt van je reis. Hier zie je een tweede screenshot. Dit is de desktopversie van de website op de achtergrond. Met op de voorgrond de app waarmee de reiziger op enig moment die twee met elkaar kan synchroniseren om je reis live te laten zien aan de mensen thuis. Nou, wat zijn eigenlijk de features die in Polar Steps zitten? Het eerste is het trekken van je route. Dus Polar Steps houdt volledig automatisch de route bij die jij aan het afleggen bent. En upload het automatisch naar jouw eigen persoonlijke wereldkaart. Het tweede is real-time statistieken van je reis. Dus je kunt zien hoeveel dagen je onderweg bent, hoeveel kilometer je hebt gereisd, hoeveel landen je bent geweest, et cetera. En je kunt live je status-updates delen naar Facebook en Twitter. Want uiteraard wil je ook dat al je vrienden en familie naar jouw kaart kunnen doorklikken. Verder werkt Polar Steps altijd en overal. Dus je kunt eigenlijk zonder dat je GPS hebt je reis laten loggen. Want we maken gebruik van mobiele zendmasten om je heen om jouw locatie te bepalen. En ook heb je geen internet nodig. Dus als jij bijvoorbeeld een backpacker bent en je zit in een bus, dan kun je nog steeds met Polar Steps je reisverhalen inloggen, je fotootjes toevoegen. En zodra je weer verbinding hebt met internet, wordt automatisch alles bijgewerkt. Dan nog even over de toekomst van Polar Steps. De huidige versie van de beta-app, die nu dus in de test is, daarmee zijn die zo gericht op het loggen van je reis zelf. In de toekomst zien we nog eens veel meer mogelijkheden die onderdeel zullen uitmaken van Polar Steps. En dat zit met name in de planningsfase van de reis. Dus zodra jij aan Polar Steps aangeeft van ik wil de komende dagen deze route afleggen, dan zien wij van hey, je bent over 2 dagen in Kaapstad. Dit is een leuk hostel dat je kunt reserveren daar. Er is een leuk evenement dat daar aan de gang is. En daar kun je direct vanuit de app ook boekingen van maken of beschikbaarheid van kijken. Verder zijn reisalbums een hele grote markt. Je ziet ontzettend veel mensen die het toch nog leuk vinden om een papieren herinnering aan hun reis te hebben. Wij hebben met Polar Steps super gestructureerde data, waardoor je heel eenvoudig zo'n reisalbum kunt samenstellen. Maar we kunnen in dat album niet alleen de foto's laten zien, maar ook je route, reisstatistieken en bijvoorbeeld welk weer het was op de dag dat jij in Kaapstad was.
Nou, dat was eigenlijk mijn verhaal. De laatste vraag die ik zou willen zeggen is, als je dit een leuk concept vindt, ga naar polisets.com en schrijf je in, want vanaf begin januari gaan we steeds meer mensen toelaten. Dankjewel. Optimaal gebruik van de 5 minuten. Jury, ik voel iets business model. Nee, maar dat is de volgende vraag. De eerste vraag is natuurlijk de inkopper. Vorig jaar was er een winnaar van The Floor is Yours. Wat is het verschil met Favoroute? Ja, Favoroute, voor zover ik het althans ken, is een platform waar mensen een persoonlijke reisgids kunnen samenstellen en die andere mensen daar kunnen downloaden. Wij zijn heel erg gericht op het loggen van je eigen reis en het vastleggen van je eigen reisroute en die vervolgens te delen met je vrienden. Dus het is heel erg op consumenten gericht en niet per se op reisbloggers die hun eigen reisverhaal vertellen. En dan het businessmodel? Ja, dat is eigenlijk deze slide. Hier zitten eigenlijk impliciet 2 businessmodellen in. Aan de linkerkant zie je de mogelijkheid om niet alleen je reis in het verleden vast te leggen, maar ook je reis in de toekomst te plotten. En op het moment dat je dat doet, dan kunnen wij dus van plekken waar je bent zeggen van oké, over 2 dagen kom je in Kaapstad aan. Deze hotels hebben beschikbaarheid, dit zijn de leukste hotels en dan kun je direct boeken waarover wij een commissie kunnen ontvangen. Hetzelfde geldt overigens voor evenementen of andere dingen in de reisindustrie. En het tweede zijn die fotoalbums, wat een hele hoge margemarkt is. Gemiddeld op die fotoalbums zit ongeveer 50% winstmarge. En ja, zeker daar wij denken dat wij veel rijkere albums kunnen maken dan alleen maar de fotoalbums die je nu zelf kunt bestellen. En die ook nog eens binnen 2 dagen nadat je terug bent van je reis op je deurmat kunnen laten vallen. Denken we dat daar ook een interessant businessmodel in zit. Echt superleuk. En vraag is, hoe lang geleden zijn jullie echt begonnen en waarom en wanneer hebben jullie voor TMG startups gekozen? Even benieuwd naar. De eerste prototypes zijn vanuit 2006 gebouwd, maar dat was dus echt was een hobbyproject eigenlijk, omdat we gewoon zelf leuk vonden om op deze manier reizen te loggen. Het maken van een bedrijf hiervan, dat is begonnen een jaar geleden. En voor ons was TMG Startups een logische stap, omdat 2 van ons al bij TMG betrokken waren via Hives en Upcoming, wat bij de startups zijn die onderdeel uitmaken, /markten van TMG. Dus dat is onze huidige situatie, maar we zijn op dit moment ook op zoek naar een nieuwe investering om verder te kunnen groeien. Dus in die zin niet alleen aan TMG Startups gebonden. Zaal, vragen? Boven? Nee? Ja, helemaal achterin. Zullen we doen dat jij schreeuwt en ik herhaal? Waarom vraag je niet een euro voor je appie? Goeie vraag. Voor ons, wij denken dat de essentie van het loggen van die reis en het opbouwen van al die data, dat er op andere manieren geld mee zou moeten zijn dan het vragen van geld voor die app. Want op het moment dat wij van duizenden, hopelijk 10.000, hopelijk 100.000 reizigers precies weten welke routes ze hebben afgelegd, waar ze zijn geweest, maar met name ook de intent data, dus waar ze, als ze een reis gaan plannen met Polis Apps, waar gaan ze in de toekomst nog naartoe, dat die data zoveel waarde heeft en dat daar zoveel verdienmodellen omheen zijn te ontwikkelen, dat we niet per se geld hoeven te vragen voor de app. Is de deal met TMG startups nou zo dat die data dan ook gedeeld wordt met TMG? Nee, dat is volledig uitgesloten. Oké. Wie gaat er onder die voorwaarden de app downloaden? Ja, nee. Oh, kijk. Ja, je hebt wat nieuwe klanten. Dankjewel, Koen. Thanks. En nummer 9. Ik zie al iemand gapen in het publiek. Oh, dat is, Dat is jammer. Die wordt weer wakker geschud. En de jury is aan het bier. Jullie nog niet. Dat is verschil moeten zijn. Hier is Evelien Steenbergen met Clever. Hi, nou, je zegt het al. Mijn naam is Evelien. Eigenlijk zou ik opkomen met Never Be Clever van Herman Brood. Door eigen toedoen is dat mislukt. Dansje ga ik dus ook niet laten zien. Maar goed, wat ik ga vertellen is Never Be Clever, dat klopt helemaal niet. Vanaf nu is het Always Be Clever, want ik sta vandaag voor het eerst op het podium. Ik vertel voor het eerst niet aan de spiegel en mijn ouders, maar aan jullie dat ik Clever ga starten. Nou, waar komt het vandaan? Ja. Ik zit zelf eigenlijk al heel lang in recruitment, werving- en selectiebureau bij opdrachtgever.
En nou ja, Herman Brood, die is in, heeft bestaan tot 2001, zal waarschijnlijk nooit online geweest zijn. Jullie zijn waarschijnlijk alleen maar online. En het vakgebied is gewoon heel jong, groeit gigantisch. Nou ja, en eigenlijk is er gewoon een gigantisch tekort. Ik loop daar in mijn huidige werk dagelijks tegenaan. We werken met hele goede werving- en selectiebureaus samen. Zelf die lopen er tegenaan. Ja, wat ga je nou doen, hè? Hoe kunnen we dit nou oplossen? Andere wervingsstrategie, wat pakken we nou, wat gaan we doen, wie spreken, wat gaan, ja, hoe gaan we dat oplossen? Eigenlijk is het heel simpel, weet je wat, we gaan die mensen gewoon zelf creëren. En dat is, nou ja, het beste idee, clever. Wat gaan we doen? We gaan starters, HBO, WO, mensen die eigenlijk in hun hele opleidingstraject hebben laten zien van, joh, ik ben heel erg online, ik heb een goede opleiding gedaan. Deze mensen gaan wij na hun opleiding via ja, gewoon een heel gaaf traineeship opleiden tot echte digitale specialisten. Ze gaan in een bepaald vakgebied, worden zij in 2 jaar tijd helemaal ondergedompeld. Deze mensen gaan we tegelijkertijd detacheren bij opdrachtgevers. En die opdrachtgevers die krijgen streng geselecteerde toppers, ja, laat ik het zo maar noemen. Met een hele mooie, ja, gewoon goede opleiding die ze volgen bij ons. Ik werk samen met How & Knower, dat is gewoon een van de gerenommeerde partijen in de digitale wereld als het gaat om opleidingen. Nou ja, en als je dan kijkt naar ja, wie is nou zo'n clevere starter, dat is eigenlijk iemand die zelf ook zoiets heeft van, joh, ik ben klaar met mijn studie, wat ga ik doen? Ik ga gewoon mijn talenten echt uitbuiten. Ik wil gewoon heel veel leren, ik wil mezelf helemaal onderdompelen, ik wil gewoon echt die digitale specialist worden. Nou, en wij bieden ze door een digitale bootcamp van een aantal weken gewoon heel veel bagage. Ze gaan werken bij hele mooie opdrachtgevers. En elke maand komen ze weer terug om een verdiepingsslag te maken. Er wordt gewoon getoetst of ze zichzelf ook gewoon echt verder ontwikkelen. Krijgen persoonlijke begeleiding, persoonlijke coaching. En na 2 jaar lang opleiding, training, opleiding, kunnen zij zeggen, nou, ik ben echt die clevere digitale specialist. Wie zijn de bedrijven waar we mee gaan samenwerken? Nou, dat zijn partijen die echt een serieuze online strategie hebben, die ook een verschil willen maken. Die samen met ons ook willen kijken van, joh, hoe gaan we nou die mensen specialiseren? Hoe zorgen we nou voor dat die mensen in 2 jaar tijd die specialisten zijn waar de markt gewoon heel erg hard om vraagt? Nou, en waar staan we? We moeten dus nog beginnen. We zijn met partijen in gesprek, waaronder mijn eigen werkgever waar ik nu zit. Vanaf 1 januari gaan we vliegen, gaan we van start. En nou ja, we zijn uiteraard open voor business op dit moment. Site is nog in ontwikkeling. Je kunt je inmiddels wel inschrijven, zodat we de informatie naar je toe kunnen sturen. Uiteraard zeg ik, joh, be clever, neem contact met mij op, schrijf je in. Als je een goede neefje, nichtje, noem maar op hebt, waarvan je denkt, daar is dit interessant voor, laat het weten. Wil je business doen, laat het ook weten. Dankjewel. Even kijken, heeft de zaal een vraag? Is het zo makkelijk om elke keer naar de jury te gaan? Ja, oh, kijk, 2 zelfs. Ik ga heel even deze kant. Hi, ik ben wel even benieuwd hoe je anders bent dan Ormit en Pink Elephant en dat soort achtige bedrijven die het al eerder geprobeerd hebben. Dat, nou, goede vraag. Het is inderdaad, het lijkt een beetje op de Ormit-constructie, alleen dat is heel generalistisch en wij gaan mensen echt specialiseren. Dus iemand die bij ons start, de eerste focusgroep, nou, wordt webanalyse, dat kan ik al wel verklappen. Daar is natuurlijk een grote vraag naar en het, zijn gewoon, het is lastig om die mensen te vinden. Met ervaring zijn ze lastig om te vinden. Ik heb het ervaren, bij ons zitten ze en nou ja, binnen een jaar worden ze weer weggekaapt door een van onze concurrenten. En wat wij willen doen is mensen aan ons binden en dan echt specialiseren alleen maar in het vakgebied webanalyse. En nou ja, afhankelijk van de behoefte in de markt kan dat op een gegeven moment ook een groep met andere specialisatierichting zijn. En Ormit is veel breder georiënteerd. En Pink Elephant is veel meer op ICT gericht. En wij doen het echt alleen maar in de digitale wereld, online marketing. En hoe lang is je opleiding ongeveer? Want je zei eerst 2 jaar. Niet 2 maanden, want ik hoorde nee, ook 2 jaar. 2 jaar. Okay. Ja, dus je bent echt na 2 jaar mag je jezelf gewoon ook een specialist met ervaring noemen. Oké, dan gaan we alsnog nu naar de jury. Wie voelt zich aangesproken? Joyce? 2 vragen. De eerste is, hoe zorg je ervoor dat je straks niet allemaal dezelfde personen krijgt die je oplevert? Dus dat je een bepaald keurslijf zit, zeg maar, en ieder bedrijf hetzelfde krijgt. Geef ook gelijk de 2e vraag mee, want dan kan je die ook gelijk beantwoorden. Is hoe zorg je ervoor dat ik als bedrijf dan niet een hele dure kracht krijg? Want je krijgt waarschijnlijk, betaal ik jou een fee? Uurtarief. Ja, of een uurtarief, ja. Oké. Okay. En er zitten hele dure opleidingskosten.
Nou ja, dus hoe zorg je ervoor dat het niet een duurdere kracht wordt dan ik normaal al zou kunnen? Goeie vraag. Nou, eerst, kijk, we willen mensen die passen uiteindelijk bij het merk Clever, hè. En dat zijn wel mensen die verschillende opleidingsachtergronden hebben. Dus het kan een wiskundige zijn, het kan een bedrijfskundige zijn, verzin het maar. Mensen die ook wel, die komen vers van de studie, die hebben een, ja, toch een bepaalde frisheid, die ook wel een beetje lef hebben binnen een organisatie. En wij gaan mensen ook persoonlijk coachen, hè. Dus mensen gaan zichzelf persoonlijk ontwikkelen naast de inhoudelijke trainingen. Ja, en daarmee willen we wel. Ze mogen best een beetje in een bepaald keurslijf zitten. En ze gaan bij verschillende bedrijven aan de start, waar ze zichzelf ook verschillend ontwikkelen. En tegelijkertijd komen ze maandelijks weer bij elkaar. En ja, daarmee zorgen we een bepaald richtingsniveau. En mensen moeten echt hetzelfde niveau ook uiteindelijk hebben aan wat we willen toetsen. Dus je moet wel gewoon groeien per maand of per half jaar. We moeten nog starten, dus dat gaat zich ook allemaal organisch ontwikkelen. En kijk, het uurtarief, het zijn het beginnen als starters. Dus we kunnen in het begin natuurlijk een bepaald uurtarief, wat logisch is, in de markt vragen. En als mensen zich verder ontwikkelen, zal dat waarschijnlijk ook gaan groeien. Dus dat groeit mee met de ontwikkeling. En als het een starter is, is het een minder dure kracht dan wanneer je iemand zoekt die 5 jaar ervaring heeft. Daar zit natuurlijk verschil in. Ik zou je tot slot eigenlijk alleen nog maar even willen feliciteren met de stap naar het ondernemerschap. Hartstikke goed. Dankjewel voor jou, Pietje. Dankjewel. En een mooie afsluiting. Tien. We gaan nu naar nummer 10. Ja, nog 2. Dan ben je. Ja, de jury is helemaal bij. En, sorry, jij vroeg. Oh ja, jij bent hierna. Even kijken. Pascal, 112 Cam. Gaat hij lopen? Loopt hij al? Ja. 5 minuten gaan nu in. Oké. Okay. Nou, dit gebeurt dus steeds vaker. En ik heb het niet over verticaal gefilmde video's. Dat is ook. Ook heel irritant, maar dat bedoel ik niet. Ik heb het over omstanders die een misdrijf zien en niet ingrijpen. Maar die wel achteraf leuk de held willen uithangen op YouTube met hun filmpje van kijk, dit heb ik gefilmd. Cool, hè? Ik zag het vanmorgen weer. In Nijmegen, een meisje werd neergetrokken door 2 andere meiden. En vervolgens herhaaldelijk echt de kop aan getrapt. Wel 5 keer. En de derde stond gewoon lachend te filmen. Greep niet in, deed niks. En ja, aan de ene kant is het natuurlijk wel mooi van dat meisje dat ze het filmt. Want op die manier zorgt ze voor bewijsmateriaal, zodat die dader kan worden gepakt. Maar terwijl zij leuk Steven Spielberg staat uit te hangen bij dat kopschoppen, ligt het slachtoffer wel ter kaperen van de pijn op de grond. Mijn naam is Pascal Boogaert en samen met een paar collega's wil ik ervoor zorgen dat we in Nederland zo snel mogelijk kunnen videobellen naar 112. En dat willen we doen met een app. Die app heet 112 Cam. En dan moet ik even spieken hoor. Ja, precies. Een app waarmee je noodsituaties niet alleen kunt vastleggen, maar ook live kunt doorsturen naar de alarmcentrale. En één zo'n videobeeld zegt waarschijnlijk meer dan 1000 zenuwachtige bellers die niet uit hun woorden kunnen komen. Vanmorgen nog, voorpagina AD. Dat bijna de helft van de spoedritten met de ambulance blijkt achteraf onnodig te zijn. 40%. En die onderzoekers komen tot een hele bijzondere conclusie. Waarom dat zo is? Omdat de bellers thuis de situatie gewoon niet goed genoeg kunnen inschatten. En een operator heeft gemiddeld 2 minuten nodig om te bepalen of een rit met ambulance nodig is, ja of nee. Maar ondertussen zit iemand alleen maar te stamelen aan de telefoon. Waarschijnlijk met een videootje. Zou het sneller opgelost zijn. Dus vandaar 112 Cam. Ja, heftig. Ik laat hem gewoon lekker doorgaan. Om de noodzaak nog even aan te geven. Met 112 Cam heeft die gast bij de 112 centrale heeft direct de GPS-locaties van het misdrijf. Hij heeft direct een helder beeld van de situatie. En hij kan ook direct bepalen welke hulpdiensten hij er wel of niet op afstuurt. En als we die app nou ook nog met persoonsherkenning koppelen aan de criminele database van de politie, dan wordt het helemaal interessant. Want dan kan een operator terugzeggen tegen een gebruiker, je kan nu beter maar het oprotten, want die gast is behoorlijk gevaarlijk.
Of hij stuurde er extra blauw op af om die verdachte op te pakken. Zo, droge strot. Ja, ik doe dit ook niet elke dag. En ja, dankjewel. Dat is wel lekker. Ja. Ik mag opschieten ook. Bovendien voel je een stuk veiliger met die 1 en 2 cam op zak. Want je hebt nu een wapen. Je kan met één druk op de knop een verdachte melden. En je kunt nu echt een held spelen. Zelfs als je niet durft in te grijpen, kan je het wel meteen melden. Die app is er trouwens nog niet. Maar we weten wel al hoe we hem gaan bouwen. En om dat te gaan bouwen, hebben we geld nodig. Maar dat geld, daar maken we eigenlijk ons geen zorgen over. Wat we nu willen, is dat die app, videobellen naar 1 en 2, op de agenda komt. Bij ministers, politieke partijen, hoge ambtenaren, maar ook bij CEO's van grote bedrijven. Want als we kunnen videobellen naar 1 en 2, dan hebben we waarschijnlijk ook minder telefoontjes nodig naar verzekeraars. Dus, dat is wat we willen. Dus daar ligt onze prioriteit. 1 in 2 cam onder de ogen krijgen van decision makers. Dus laat je portemonnee nog maar even dicht. En trek je Rolodex voor ons open. En breng ons in contact met die decision makers. In de politiek, bedrijfsleven, in Nederland of in de 83 andere landen. Die werken met 1 in 2. En waarom zouden we stoppen bij 1 in 2? Dus als iemand het nummer heeft van 911, dan ben ik ook al heel erg blij. Dankjewel. Super leuk, maar vooral, ik denk dat we allemaal wel onder indruk zijn van jouw verhaal en allemaal natuurlijk herkennen en het allemaal afschuwelijk vinden om te zien. Ik kan echt mijn ogen niet te lang op laten rusten eigenlijk. Dus de vraag is volgens mij meer van, joh, hoe kunnen we nou voor zorgen dat dit idee gerealiseerd wordt? Want dat is voor iedereen goed. Ja. Ik zag ook op je site, hè, je hebt een presentatie gedaan in mei bij het politiediencentrum. En nou, dat vonden ze allemaal prachtig en werd enthousiast ontvangen. Maar technisch gezien zijn alarmcentrales nog niet klaar voor in dienst als 1 en 2 cam staat daar. Daarom gaan we het hoger opzoeken door het concept te presenteren aan het ministerie. Waar sta je nu wat dat betreft? Want ik zit bijvoorbeeld te denken aan de politie. Kun je daar niet als een team naar binnen gaan en ervoor zorgen dat die centrales daar wel op geprepareerd worden? Of hoe? Ja, we weten gewoon uit ervaring ook, nou, niet mijn ervaring, maar... Dat we de systemen ontwikkelen binnen de overheid, dat duurt jaren. Je hebt ook het C2000 systeem, geloof ik. Dat was een drama. Ja. Dus we hebben al meteen geleerd, we gaan het niet verkopen aan de overheid. We gaan zelf een bedrijf starten, zelf een server neerzetten en vervolgens de licentie verkopen aan de overheid. En dan zodanig dat ze alleen maar desnoods met een USB-kabeltje het kunnen inprikken in hun alarmcentrale. Ja, nee, absoluut. Ja, ik heb een hoog doel. Heel goed idee. En heb je ook nagedacht over particuliere beveiligingsdiensten en dergelijke? Ook daar praten we mee. Ja, we praten met een heleboel verschillende bedrijven. We hebben ook gepraat met een bedrijf dat heet ZapCam. Die rusten nu al hulpverleners uit met een camera. En hulpverleners krijgen dan een live verbinding met de alarmcentrale. Zodat de alarmcentrale alles kan volgen wat... hulpverleners doen, maar die werken met hardware, dus je hebt echt een grote unit nodig om die verbinding tot stand te brengen. Dus we praten met een heleboel verschillende bedrijven, van Venlo tot Groningen, overal, om te kijken wat kan, wie kan ons helpen. Heb je een inschatting van de termijn, dus wanneer verwacht je dat dit live kan gaan en aangesloten kan worden op die diensten, als je dat vanuit een eigen bedrijf dus gaat initiëren? Geen idee. Geen enkel idee. Ik wil gewoon, dit is een droom van mij en van mijn collega's. Ja, maar kan je voorstellen, dat geeft het dan... En ik hoop gewoon zo snel mogelijk, maar echt een tijdslimiet of tijdspan hebben we hier nog echt niet voor. Ja, is jammer om te horen, want het geeft natuurlijk wel een triest gevoel als we allemaal de ernst met elkaar van inzien. Ja, maar dat is juist het punt. Als ook die ministers, politieke partijen en bobo's gaan inzien, de ernst van deze situatie, dan komt er waarschijnlijk die urgentie. En dan kunnen we waarschijnlijk snel zo'n stappenplan maken. En zie je, als je naar het buitenland kijkt, wat is er dan al en wat kunnen we daarvan leren? In het buitenland is eigenlijk niets vergelijkbaar. Er zijn wel wat apps in Amerika, waarbij als je zelf op straat loopt, kan je iemand filmen, maar dan wordt die footage doorgestuurd naar je familie en naar je vrienden. Van help, ik ben in gevaar. Maar ook niet live.
Wat zeg je? Ja, streamen, live, lip-sync. Vraag uit de zaal. Hoi, ik had een heleboel vragen, maar ik begin met één. Daar hangen, je zei, dan pak ik even de belangrijkste eruit. Er hangen in allerlei wijken tegenwoordig van die bordjes use it, lose it. Met een foto van een mobieltje erbij. Als je daar je telefoon uit je zak haalt, dan wordt die gewoon gejat. Hoe effectief maakt een telefoon dat, zeg maar, als wapen? Ik geloof niet dat ik de vraag goed begrijp. Ik bedoel, er zijn zoveel plaatsen in dit land waar gewoon bordjes worden opgehangen door politie en gemeente. Dat als je daar bellend op straat loopt, dat je telefoon uit je handen gejat wordt. Ja, oké, maar dat is dezelfde inschatting die je dan maakt als je gaat bellen naar je moeder of een foto plaatst op Facebook. Maar als ik in zo'n wijk loop, is dat blijkbaar een onveiligere wijk waar dit soort dingen wellicht vaker voorkomen. Als je inderdaad bang bent dat je iPhone gestolen wordt. Ja, maar dan kan ik die app ook niet. Niet. Maar ja, dan wordt wel die persoon dan verrot getrapt. Ja. Dat is je keuze. Ja. Laatste vraag naar achterin. Sorry Arjan, je komt er niet naartoe. Ja, goeiedag. Ik spreek met hier is Klaas Joosten van 712. Ik heb een vraagje. Stel dat je gewoon een site begint waar je al deze filmpjes op laat uploaden. Dat heet YouTube, geloof ik. Ja, maar als je daar... Nee, dat klopt, dat is heel goed. Maar als je dan een domeinnaam hebt waar iedereen dat doet en de politie ziet dat jij dat doet, dan krijg je alvast tractie in het feit dat iedereen weet dat jij daarmee bezig bent. Dus je hoeft alleen een domeinnaam te claimen waar die filmpjes opgezet worden. En dan gaat de politie vanzelf de ernst van het probleem zien. Ja, dat klopt. Dit soort initiatieven. Er is ook een campagne geweest vorig jaar van de politie om dit soort dingen vast te leggen, te filmen en te uploaden en te delen. Maar ons gevoel zit in de kracht van het live. Gewoon meteen als je het ziet, stuur het meteen door. Wacht niet. Ga niet thuis het filmpje nog een keer monteren en dan pas op YouTube zetten. Doe het als het moment er is. Hoe controleer je dat? Hoe controleer ik wat? Nou, we willen die app zodanig maken dat dat er een knop zit en met die knop wordt direct een live verbinding tot stand gebracht met 112. Dus je kan het niet opnemen. Ja, het wordt opgenomen en geüpload naar een server, maar ook meteen doorgeprikt. Oké, ik wil even hierbij houden, maar waarschijnlijk voelen we het allemaal. Pascal, het gaat hem aan zijn hart en hij heeft redelijk de sympathie aan zijn derrière hangen. Wie heeft het telefoonnummer van Mark Rutte? Iemand van de minister. Wie heeft hier in energie en de zin en het netwerk om te helpen? Ja? Ja, nee, er komen twee handjes. Pascal, waar sta jij na de hand? Waar ga jij staan? Ga je hier buiten staan? Ben je in de bar? Oké. Dankjewel, Pascal. Het ene laatste verhaal gaat over muziek. We hadden niet zo lang geleden al 22 tracks, volgens mij hier. Waar is de microfoon? Daar. Ja, dat klopt. Julia Gijzer van Collect FM heeft ook iets met muziek te maken. En wat? Dat gaat hij vertellen in de komende 5 minuten. Ja. Oh, die zat heel hard. Als mensen iets moois maken, dan moet je dat gewoon laten zien. Dus ik had een hele mooie presentatie bedacht, maar toen bedacht ik me dat een van mijn co-founders een veel mooier filmpje in elkaar heeft gezet over wat wij doen, waar we voor staan en waar we naartoe willen. Het duurt me 90 seconden, dus ik stel voor dat jullie even diep ademhalen en dan kunnen jullie in één adem het filmpje met me meekijken. Music. It has been around for a long time and the way we listen to it evolves. Since the invention of MP3, and the mainstream adoption of the internet, the way we discover, collect, and share music has totally changed. The amount of music exploded. It's all over the web. And distributing new music is easier than ever before. In the old days, by going on tour, artists promoted their music. Now they promote their tour by providing people with their music. Instead of selling music directly, they are finding new ways to monetize their content. Today, it's about the connection made through music. It's about the fans that listen to it. That's why we built Collect FM. We combine YouTube and SoundCloud, creating the biggest and free music catalog in the world.
But instead of just offering a catalog, we offer you and your friends a place where you can listen to the best music together. A place where you create playlists with partners in crime. A place where it's all about human curation and smart connections between multiple sources. Because music is much more than a database in which you can search and get machine recommendations. Music is about that magical feeling you get when you discover a great song and want to share that with like-minded people. And that's why we're building a beautiful platform where music lovers with the same taste can inspire each other. Share our vision? Join us on Collect FM. Nou, ik ben eigenlijk klaar. Het probleem dat wij tegenkwamen toen we met Collect FM begonnen was dat er heel veel muziek op heel veel verschillende plekken op het internet staat. En er eigenlijk geen enkele plek is waar die muziek samenkomt. Dat maakt het moeilijk om nieuwe muziek te vinden. Was je heel veel tijd mee kwijt. Nou, je had geen plek om al je favorieten in op te slaan, want dat moest je dan over verschillende platformen doen. En als je geen plek hebt om al je favorieten op te slaan, dan kun je het dus ook niet delen. Daarom zijn we Collect FM gaan bouwen. Op Collect FM komt alles op een mooie interface samen. Je kunt er samen met je vrienden een playlist bouwen. Wij zijn volledig ingericht op het principe van curatie, zoals Safe dat ook al heel mooi zei. Samen muziek verzamelen. Samen eigenlijk je smaak delen met mensen die dezelfde smaak hebben als jij. En wij zorgen ervoor dat die smaak vervolgens gekoppeld wordt aan nieuwe mensen die op ons platform komen. En ook weer een unieke smaak hebben. Want iedereen hier in deze zaal heeft een muzieksmaak. Die muzieksmaak is net zo uniek als die van Armin van Buuren of een bekende radio-dj. En er is dus geen enkele reden meer om in de 21ste eeuw te denken dat alleen die mensen hun muzieksmaak met anderen zouden moeten delen. Wij willen samen met jullie bouwen aan de toekomst van muziek. Daar zijn we nu ook hard mee bezig. Als je ons daarbij wil helpen, dan kan dat door je aan te melden voor onze proefbeta. Daar hebben we al een hoop mensen in zitten, maar we kunnen nooit genoeg feedback krijgen van mensen. We gaan binnenkort live, dus wees er nog bij voor de N1, was je een van de eerste. Ook zijn we al met een aantal pilot klanten bezig om te kijken hoe wij muziek in kunnen zetten. De hele dag door om je te verbinden als merk of bedrijf met je klanten, met je doelgroep. Dus ook als je daar interesse in hebt, dan praten we graag verder. En we zijn bezig met onze, noem het een pre-seed ronde, om eigenlijk ervoor te kunnen zorgen dat we Collect FM de hoogte in gaan duwen. En ook als je dus nog op een pot geld zit en denkt, hey, dit is gaaf, hier moet ik wat mee doen, dan spreek me vooral even aan. En dat was het. Wie heeft er een vraag vanuit de zaal? Genoeg muziekliefhebbers, toch? Ja. Hoe zit het met de rechten? Betaal je rechten aan de muzikanten? Leuke vraag. Ik heb geïnspireerd op Zeef. En omdat het een online Tuesday is, kon ik het tijdens de presentaties nog doen. Daar even een slide over gebouwd. Hoe zit het met de rechten? Er is... Zowel in Europa als in Amerika is hier rechtgeving over als jij linkt naar materiaal dat rechtmatig op het internet is gezet. Ik heb er ook mijn scriptie over geschreven. Dan mag dat. Dan ben je niet bezig met een auteursrechteninbreuk. En wij willen ook artiesten helpen om de content die al gratis van hen op het internet staat in te zetten. Om meer geld te verdienen als artiest. Je hebt een afdoende antwoord? Het is een antwoord. De jury. Nou, wij zijn echt wel benieuwd naar onze volgende vraag. Misschien kun je de volgende slide laten zien. Schiet. Geintje. Wij begrijpen nog niet helemaal, kun je nog iets specifieker maken wat nou jullie uniek maakt ten opzichte van het aanbod wat er nu al is? Of hebben wij dan echt heel jouw verhaal niet goed begrepen? Nou ja, ook daar heb ik dan wel een slide voor. Want dan denkt iedereen dan, hoe is dit dan verschillend aan Spotify? Spotify is een bibliotheek aan muziek. Daar huur je een pasje voor. Dan krijg je dus ook alleen maar muziek die Spotify mag inhuren en weer doorverhuren. Wij pakken alle muziek die op YouTube en SoundCloud staat. Het is niet alleen een grotere database, het is ook een hele andere database van muziek. Een database waar de nummers van gisteren vandaag al op te beluisteren zijn. In vergelijking met een gelicenseerd model. Het is gratis. En omdat iedereen een account aan kan maken en die content ook vrijelijk beschikbaar is, kun je dus je playlisten delen met iedereen. Dus hier kun je wel echt je muzikale identiteit opbouwen. En delen met iedereen in deze zaal, want daar heb je niet eens een account voor nodig. Hoe ga je ervoor zorgen dat het vanaf het eerste moment al interessant is zeg maar, om hier aan deel te nemen? Dus hoe zorg je ervoor dat er al bepaalde content op staat? Of? Ja, we hebben daar zelfs eigenlijk een soort hack voor gebouwd. Wat wij mensen laten doen is wij zorgen ervoor dat Facebookpagina's waarop muziek eigenlijk geplaatst wordt. Heel veel artiesten doen dat, maar ook blogs, et cetera.
Die kun je bij ons importeren, maken we een kant-en-klare playlist van. Daarmee hebben we in heel snel tempo heel veel, eigenlijk hele hoge kwaliteit content bij elkaar gezet. En ook daarnaast is het zo ontzettend makkelijk om bij ons playlist te bouwen. Dat ja, nu al heel veel mensen een hele grote playlist hebben. Ik kwam er laatst een tegen van iemand die heeft 1600 nummers in een playlist bij ons gedropt. Ja, dat is gewoon één user. Die heeft dus in één playlist allemaal content, 1600 nummers bij elkaar gezet. Zo makkelijk is het. Dit zit hem denk ik ook heel erg in de look and feel. En dat is gewoon een kwestie van gebruiken. En als mensen het tof vinden, dan gaan ze het gebruiken. En als je een paar bekende Nederlanders hebt of iets die je daar mee verder gaan helpen. Het zou best cool kunnen worden. Hoe ga je geld verdienen hiermee? Slide. Yes. Drie pijlers eigenlijk. Wij weten wat mensen luisteren. Op basis van daarvan kunnen we ze promoted content aanbieden. Dan kun je denken aan evenementen die voor hun geschikt zouden kunnen zijn. Daarnaast, ik sprak erover dat bedrijven en merken ons kunnen inzetten om een connectie met muziek te leggen met hun publiek. Maar voor bedrijven is dat best wel eng, want welke muziek kies je dan? Kijk, Nikon heeft dat in zijn reclames heel goed gedaan, maar ja, voor sommige bedrijven is dat best wel lastig. Maar wij kunnen ook daarin data-inzichten verschaffen, die ook weer voor een boeker of een marketeer interessant zijn van welke artiest moet ik nou op mijn evenement zetten om die doelgroep te bereiken. Maar de grootste pijler zit hem verreweg in het kickback van op ticketverkoop. Dus wij willen ervoor zorgen dat mensen meer naar evenementen toe gaan. De evenementenindustrie zit al erg in de lift. En ja, op het moment dat ze een ticket kopen via ons platform, dan willen wij daar een percentage over vangen. Ja, schreeuw. Wij linken wacht, daar. Wacht even, voordat mensen thuis ook even herhalen. Hoe zit het met het dataverbruik? Laat je de muziek staan op de platformen, et cetera? Wij linken naar YouTube en Soundcloud content. Daar mogen we ook niks aan doen. Dus wij embedden dat. Dus als je naar ons luistert, dan luister je naar YouTube en Soundcloud. Oké, nog een vraag van boven? Ja, betekent dat ook dat je bij YouTube, dat je automatisch al die vooraf worden afgespeeld. Kun je om die verdomde pre-roll heen? Dat doet YouTube zelf. Dus die hebben er zelf voor gekozen om, met name in het formaat waarop wij het filmpje weergeven, dat is het minimale formaat wat YouTube wil, geen ads te vertonen. Nou ja, goed, ja, het zou in de toekomst kunnen, maar en dan kunnen wij dat niet iets aan veranderen. Maar op dit moment gebeurt dat eigenlijk niet. Nee. Nee. Nu is dat in elk geval niet zo. Of je alle live video's. Ik begrijp je vraag niet zo goed. Nee, even een iets scherpere vraag. Wordt er gecontroleerd of het wel muziek is die wordt aangeboden? Daar gebruiken we echte mensen voor. Dus in die zin, als jij. Nou ja, kijk, wat we bij Zeef zagen is dat iemand zijn gezicht verbindt aan een bepaalde selectie van links. Bij ons verbindt iemand zijn gezicht aan een bepaalde selectie van muziek. Als jij daar allemaal slechte content tussen zet, dan gaan mensen jou gewoon niet meer volgen. En dan kiezen ze een ander, die wij je dan ook aanbevelen. Dus dan gaan ze gewoon weg. Dus iemand heeft al die 1600 nummers in die playlist gekeken. Is het muziek? Is het muziek? Is het muziek? Ja, dat is gewoon één iemand geweest die gewoon gedacht heeft, dit vind ik allemaal bij elkaar horen. Dat zet ik in mijn playlist. Ja, maar het is ook gecontroleerd dat hij er niet een pornofilmpje tussen had geplaatst, et cetera. Nou ja, nee, maar in die zin, dat is een zelfregulerend mechanisme. Mensen gaan gewoon dat niet volgen als er crap tussen zit. Oké. Dankjewel, Julian. Dank je. De marketeer in hem, die kon het niet nalaten, maar even het logo. Mooi. Oké, de laatste presentatie. Die moeten we in PowerPoint. Degene die Ime Bosma een beetje kennen, die zien nu dat er nu zijn favoriete presentatie zou beginnen. Maar die is er niet, dus hij moet het doen met deze jury. En hij is Robin Doezy van Go Boat. Heb jij hem? Ja. Hier is de bezoek. En dankjewel. Jouw 5 minuten gaan ook nu weer in, Robin. Ja, dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik hoop dat iedereen nog
klein beetje aandacht over heeft voordat we hier gaan drinken zometeen. Ik ben Robin Doesie inderdaad van GoBoat. En GoBoat is een peer-to-peer bootverhuurplatform. En met GoBoat willen wij zorgen dat varen weer toegankelijk wordt, betaalbaar wordt en ook duurzaam wordt en blijft. Waarom? Boten huren, ja, dat is vaak duur, maar ook het aanschaffen van een boot is niet goedkoop. En als je eenmaal een boot hebt, wat vaak al een luxe is, dan is het onderhoud daarvan ook nog eens heel erg duur. Denk aan lichtgeld, havenkosten, et cetera. Daarnaast worden boten die van eigenaren zijn, maar heel weinig gebruikt. Ze liggen eigenlijk letterlijk 9 van de 10 keer liggen ze stil in het water. En dat vinden we heel zonde, want ja, iedereen kent het wel. Je ziet ze hier door Amsterdam varen. Ik hou hem iets hoger inderdaad. Je ziet mooie sloepjes door het water varen in Amsterdam. En je denkt, ja, waarom heb ik niet van die vrienden met zo'n mooie boot? Het is eigenlijk heel makkelijk uit te leggen. Ik heb het net in iets meer woorden gedaan. Maar ja, we zijn dus eigenlijk een Airbnb voor boten. Daarmee brengen we booteigenaren samen met mensen die graag een dagje op het water willen varen. Daarmee hebben we ook een focus op duurzaamheid. We willen zorgen dat mensen weer gaan varen in plaats van alleen maar zich richten op boten kopen. De markt in Nederland zijn ruim 520.000 recreatieve boten beschikbaar. Buiten Nederland zijn het er nog veel meer, ruim 6 miljoen. En ruim 8 miljoen mensen spenderen in Europa een dag of meer op het water in een boot. Ons businessmodel is wij verdienen 15% per succesvolle transactie die plaatsvindt via het platform. De gemiddelde prijs per reservering tot nu toe is €145. En we willen onze diensten in de toekomst ook gaan uitbreiden. Denk aan het aanbieden van een schipper, een kapitein. Dus mensen willen een boot huren, maar daar heb je een vaarbewijs voor nodig. En die heb je zelf bijvoorbeeld niet. Dan kun je bij ons ook een schipper bij je boot huren. Leuk voor studenten met een vaarbewijs die ook wat extra's willen verdienen. De eerste GoBoat zomer, we zijn 1 augustus live gegaan met het platform. Dus we zijn nog best wel jong. Voornamelijk wilden we gewoon kijken of het werkte, of er meer mensen waren die dachten dat dit succesvol kon worden. En nou, dat waren er gelukkig een aantal. We hebben meer dan 130 boten inmiddels op het platform. 500 gebruikers, dat wil zeggen geregistreerde accounts. 30.000 unieke bezoekers hebben we gehad. 135 reserveringen zijn er ook geweest. En daarvan hebben we 23% conversie gehad. En met die 23% conversie bedoelen we dat we in dus 23% van de gevallen van de reservering ook een match hebben kunnen maken met mensen die daadwerkelijk zijn gaan varen. Feedback van gebruikers vinden we heel belangrijk. Niet alleen zodat ik zo'n leuke slide kan laten zien, maar ook zodat we kunnen tweaken waar nodig. Het platform aan de gebruikers. Dus feedback van over het platform, wat we nodig hebben, hoe het anders zou moeten werken, hoe het makkelijk is, et cetera. Dit is het team. Quinten Hogeboom zit ook in de zaal. Doet het legal en finance stuk. Tijmen Bromet, dat is onze developer. En ikzelf doe de marketing, communicatie en PR. Ik heb een hele cheesy quote meegenomen. Maar die laat wel een beetje zien wat. Ja, de deeleconomie, zoals we dat mooi noemen, denk aan Uber en zo, Snapcar, Airbnb, zo mooi maakt, vind ik zelf. Want we hebben wat we nodig hebben als we ook gebruiken wat we hebben. Nou, omdat ik voor kan stellen dat jullie allemaal wel een keertje willen varen, maar dat duurt nog wel heel even, want het is niet zo heel mooi weer nu. Maar als je aanmeldt bij ons met de code Online Tuesday, krijg je straks 10 euro korting op je eerste tocht. Bij een besteding van minimaal €100. En als er vragen zijn of je wil contact hebben of andere feedback verwerken, dan staan hier onze gegevens. Dankjewel. De eerste vraag. Ja, Robin, ja, best veel vragen. Wat wij hier eigenlijk net even zeiden, van, joh, ben je niet meer inderdaad Snapcar, maar dan voor boten? Airbnb is toch weer net even wat anders, denk ik. Vooral ook, je bent natuurlijk erg seizoensgebonden. Ja, klopt. En wat misschien zoiets beter of meer kunnen vertellen over de matching, hoe die op de achtergrond gebeurt. Is dat gewoon een matching engine? Gaat het via een app? Of gaat het, zijn jullie zelf aan het kijken van, hé, dit gaat misschien wel passen tussen deze twee?
Nou, ten eerste je eerste punt over het seizoensgebondenheid, dat klopt. Daarvoor willen we ook zeker gaan uitbreiden. Dus met name in Nederland is het natuurlijk een vrij kort seizoen, een vaarseizoen. Maar we willen eigenlijk boten aan kunnen bieden aan mensen over de hele wereld. En in eerste instantie zal het Europa zijn, maar ook op vakantie. En op sommige plekken is het natuurlijk het hele jaar door mooi weer. Daarnaast het matchmaking systeem. Dat is niet echt een geautomatiseerd systeem. Wij zien binnenkomen als er reserveringen plaatsvinden. En op basis daarvan, dat kunnen uiteenlopende wensen zijn. Iemand wil met 6 personen een boot hebben. Iemand wil met 12 personen een boot hebben. Of noem maar op. Er moet een kajuit in zitten. Dan zorgen wij dat we dat of handmatig checken of geautomatiseerd wel een bericht sturen naar de boten die aan die criteria voldoen. En dat zij dan apart nog een berichtje krijgen van hé, er is iemand die een boot wil reserveren met criteria van jouw boot. Mag ik je vragen, waarom gaan jullie daar nog tussen zitten? Want als ik mijn Snapcar, mijn appje open, dan word ik gewoon vanzelf gematcht. Nou, en dat is inderdaad zeker iets wat we in de toekomst willen gaan doen. Hè, dat het volledig geautomatiseerd gaat. Alleen omdat we nu echt net live zijn, zijn dat functies die we willen gaan uitbreiden op het moment dat we iets verder zijn. En voor nu was het belangrijk dat we een werkend product hadden. En dat hebben we gestript voor nu. Hoe ga je zorgen voor bekendheid? En hoe zorg je er dan voor dat je niet straks Snapboot hebt in plaats van Snapcar? Dat is een goede vraag. Dat is wel een bedreiging tussen haakjes die wij zelf ook hadden gezien. Nou, toevallig hebben we vorige week met Snapcar bij BNR gezeten, BNR Radio. En daar werd die vraag ook gesteld. En eigenlijk is ons antwoord daar hetzelfde op als die van Snapcar. En dat is dat de focus op een platform en de markt die je bedient heel belangrijk is. Boten vereisen een heel andere aanpak dan dezelfde markt voor auto's. Er komen heel veel dingen bij kijken waar je niet direct aan denkt. En daarom is het belangrijk dat je die focus hebt. En denk ik dat Snapcar niet zomaar een snapboot lanceert om met ons te concurreren. En de bekendheid, ja, dat is iets waar we ontzettend op sturen. We zijn best wel druk bezig geweest met persberichten sturen en de juiste media aanschrijven. En we hebben gemerkt dat op een gegeven moment bijna vanzelf gaat. Dat media ook ons nu opzoeken om over ons te schrijven. En zeker met de deeleconomie die natuurlijk best wel in het nieuws is recent met Uber en Airbnb en dergelijke. We hebben een zaalvraag. Ja, ik was even benieuwd. Bij Snapcar ben je all risk verzekerd op het moment dat er wat gebeurt. Ja, klopt. Hebben jullie dat ondervangen ook? Nog niet, maar we zijn heel druk bezig om, en dat heb ik vergeten te zeggen inderdaad, dus goed dat je dat noemt, van die 15% die wij als fee zeg maar bemiddelen, willen we straks ook de verzekering gaan aanbieden. En daar zijn we druk mee bezig met de onderhandelingen met verzekeraars. Wat zoek je precies qua geld of mensen of iets? Nou, geld zoeken we inderdaad. maar op dit moment zijn we, wat ik zeg, vrij recent begonnen. We zijn met z'n drieën en is het tot nu toe best wel succesvol. Maar om uit te gaan breiden hebben we daadwerkelijk wel geld nodig. Hoeveel precies, ja, dat moeten we een beetje in kaart gaan brengen. Daar hebben we wel een beeld van. Maar daar praten we gerust over verder als er mensen geïnteresseerd zijn om te investeren in ons. We hebben nog één vraag. Ja. Een boot kost gemiddeld, volgens mij stond er net 100 of 145 euro, ik weet niet meer precies. Ja, dat is de gemiddelde waarde van een transactie tot nu toe. Ja. Ja. Ben je daarmee niet hetzelfde geprijsd als de bedrijven die al boten verhuren? Nou, we zijn daarmee iets goedkoper, denk ik, tot nu toe. Want een traditionele bootverhuurpartij is misschien even duur net, of net iets duurder. Maar daar heb je niet eenzelfde boot voor als op ons platform. En dat is denk ik waar we het verschil in maken. De traditionele bootpartijen, mensen uit Amsterdam kennen dat misschien wel. Dat zijn die zilveren sloepjes met een logo erop en soms zo'n dekpaneel. En dan vaar je allemaal in hetzelfde bootje. En heb je niet zo'n mooie sloep als die je op onze website voor dat bedrag kunt vinden. Laatste ideetje. Is het geen idee om gewoon Snapboot te lanceren en het merk te gebruiken, de technologie te gebruiken? Nou, en een klein stukje shares daarvoor terug te geven. Ja, deels wel, denk ik. Zeker hun naamsbekendheid helpt natuurlijk. Alleen denk ik dat wij ook een heleboel nu goed doen en op eigen kracht zouden kunnen. En dat is misschien iets om in de toekomst over na te denken, om daar een fusie of samenwerking voor aan te gaan. Oké, okay, hier moeten we het bij laten. Dankjewel, Robin. Dankjewel. Oké, okay, de jury weet het zelf niet, maar die gaan nu beraadslagen. Die gaan kijken wie volgens hun de winnaar is. Dat gaan jullie ook doen, maar voordat we dat doen, by far de meest gore, maar ook de meest beeldende slide van vanavond waren die cojones.
Want het is wel cojones om hier te gaan staan. Dus ik wil gewoon even een applausje voor al die mensen die op het podium komen. Albin, kom even allemaal naar voren. Albin Bronkhorst. Ja, kom. Henk-Jan Journee. Aris Thijssen. Marian Pronk. Bas van der Lans en Rada Pijsand. Frido van Driem. Ricardo Steinboeg. Ja, Koen Drosten. Evelien Steenbergen, Pascal Bogaert, staat hij er ook bij? Ja, die staat er ook bij. Julian Gijs en Robin Doezie, dankjewel. Oké, nou was het eigenlijk, ik had het heel mooi bedacht als je op volgorde ging staan van de presentatie. Ik weet niet of jullie dat nodig hebben. Is dat handig? Ja, doe even, dat is makkelijk. Ja, dat was Albin en dan Henk-Jan en dan Aris. Ja, we gaan stemmen, hè? Dus het moet een beetje op volgorde. Ja, nummer 1, hè? Dat is, ja, nummer 1. Ja, laten we dat eens doen. Bas, ja, helemaal goed. Ja, Frido, Ricardo, Koen, Evelien, Pascal. Ja, helemaal goed. Oké, dan als het goed is, als de techniek ons niet in de steek laat, dan mogen jullie nu gaan stemmen. En dan komen nu de instructies op het scherm. Waarbij overigens het advies van Sidesteps zelf is om even de bovenste optie te gebruiken. Dat is het handigst. We gaan eventjes de lijnen opengooien, zoals ze dat vroeger in Hilversum deden. Wij doen het nu vanuit Amsterdam. Laat weten of je, gaat je stem naar Faster van Albin. Ja, dat is het afrekenmodel. Vooral voor mobiel. Ik ben journalist, ik mag ervan maken wat ik wil. Henk-Jan Journee met Vibio, het online usability onderzoek. Aris Thijssen met Sally, die hengelt bij winkels. Marian Pronk, die maakt de wereld een stukje mooier of iets mooier.nl. Bas van der Lans en Rada Plezant maken het wachten heel plezant. Ja. Sorry. Frieda van Driem gaat het internet zeven, of laat dat in ieder geval over aan de experts. Ricardo Steinboeg gaat blended learning toepassen, omdat 70% van wat je leert niet komt uit de boeken, maar van wat je doet. Koen Drosten maakt het mogelijk dat je je memoires, niet je memoires, dat klinkt heel zwaar, maar je reismemoires maakt met Polar Steps. Evelien zorgt dat er gekwalificeerde professionals de markt op komen als eerste webanalisten met Clever. Pascal Bogaert maakt het mogelijk dat we die enge beelden gelijk uploaden naar 1 en 2. Julian faciliteert muziekcontentcuratie met CollectFM. En Robin Doezie is van Go Boat en maakt het mogelijk dat je een dagje go met de boot. Kijk eens. Ja, het loopt nog steeds lekker op. 112 stemmen. Hallo jongens. Heb je gestemd? Ik ben op wie? 462. Vandaag. Waarom? Weer een ander nieuwtje dan wat we gewoon ik drukte gelijk op de eerste games. Die ik zag aankomen. Dus namelijk. Geen per ongeluk. Per ongeluk stem op nummer 2. En die nieuwe intro is namelijk met dank Polar Steps. Aan sorry? Vincent. Polar Steps. En waarom? Waarschijnlijk wel van de, ja, ik vind dat een video van Poelen met Vincent. Ik kan mij voorstellen dat een heleboel mensen dat interessant vinden. Ga je het zelf gebruiken? Ik loop er wel over te denken, ja. Oké, kijk aan. Wat heb je gestemd? Vibeo. En waarom? Ja, het is een origineel idee en ik denk, ik zit zelf ook in de marktonderzoekbranche en het sprak me heel erg aan, het is uniek. Ja? Ga je het gebruiken? Ja, als ik een website zou willen laten testen, zou ik het gaan gebruiken, ja. Ik voel een match aankomen bij de borrel. Precies, ja. Wie wil er het minst in beeld? Ja, wat heb je gestemd? Ook Vibeo. Zo? Ik denk dat Gampak het is in ieder geval helemaal voor Vibeo. Even ook een dame voor de diversiteit. Je bent geen excuus, Truus. Sorry, dat klinkt dan zo. Wat heb je gestemd? Nog niks, ik ben nog aan het beslissen. Je moet wel snel zijn, want dan gaan de lijnen. Kijk, 172 mensen waren er al vol. Wat heb jij gestemd? Vibeo. Heeft er iemand niet Vibeo gestemd, jongens? Ja? 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 Oké. Okay. Dat is verdomd weinig handen eigenlijk. Oké, okay, is dit een landslide of niet? Saskia, hebben we een uitslag? Rapapa, rapapa. Wacht. Dan doen we even officieel met de... Ik pak 3 flessen. Oké. Okay. Zegt er nog iemand? Wacht. Jij hebt je inmiddels wel gestemd al, dame achterin? Ja? Heb je gestemd? Ja? Oké, okay, dan gaan de lijnen dicht. Ja, laat maar zien. Wie is de publiekswinnaar van 2014?
Koen Drosselen met Orislet. Dan gaan we even nummer drie. Nummer drie is Evelien Steenbergen met Clever. Kijk, nou. Evelien, nummer drie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik mag zoenen, dan ben ik altijd al lang blij. En nummer twee, Fibeo, Henk Jan. Fantastisch, gefeliciteerd. En de winnaar is Koen Drosten met Polar Steps. Gefeliciteerd. Waar ligt mijn... Oh, hier ligt mijn telefoon. Dan hebben we nog een tweede prijs, hè? Want dat is voor de jury die zo kritisch is. We gaan de een het woord geven, maar we roepen ze ook nog even op het podium, want we zijn dankbaar voor wat ze hebben gedaan vanavond. Dus mag ik even op het podium Joyce, Mus, Helene Dura van Oort en Bert-Jan ten Katen. Een applaus alsjeblieft. Zijn jullie er wel uit? Want de beraadslagingen gaan tot op het allerlaatste moment door. Zelfde keuze maken, dus en het zit er niet heel ver af van wat er hier staat. Dat, wij vonden in ieder geval erg tof om naar te kijken. En wat we allemaal zagen is dat we dachten van ja, mensen kunnen groter denken. Dat er zitten allemaal mensen bij die het idee hebben en de executiekracht. Dus er kan nog meer gebeuren. Dus dat is mooi om te zien. Ook heel veel mensen hebben geoefend op een pitch. Dat was wel duidelijk. Dat is goed dat de mensen dat gedaan hebben. En ik dacht even aan Helene te laten wie dan de winnaars zijn. Want we hebben namelijk twee waarvan we zeiden, die zitten in de top twee. En we hebben één aanmoedigingsprijs. Ik stel voor dat ik de aanmoedigingsprijs doe, want die zit in onze top drie, toch? En dan wil jij misschien de winnaars aankondigen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Oh, ja, oké. Nou, dan ga ik ze toch alle drie aankondigen. Nogmaals complimenten voor jullie allemaal, want de beste stuurlui staan aan wal, dat weten we allemaal. En jullie staan hier toch maar mooi, hartstikke goed. Onze nummer drie, dat is eigenlijk dus ook de aanmoedigingsprijs, is voor 112 Cam, Pascal Bogart. Gefeliciteerd. Oké. Ze zitten zo dicht tegen elkaar aan. En dan onze nummer twee is Polar Steps. Hey, van harte. Nou, we zitten vrij dicht tegen de stemming van de zaal in, maar wij hebben het net even anders gedaan. Want wat ons betreft is de onbetwiste winnaar Fibeo van Henk Jan. Ja, dan hadden we nog één toevoeging. Dat was, die is niet in de prijzen gevallen, maar we hadden wel zoiets van, hey, daar zit meer in de markt waarover gesproken wordt. En dat had te maken met iets mooier. We hadden zoiets van, het is volgens mij een hele grote markt, heel veel potentie in. Alleen daar zouden we echt door willen meegeven, denk groter. Kijk echt heel goed naar het businessplan. Volgens mij zit er veel meer in dan jullie nu hebben meegenomen in het businessplan. Kijk ook of je daar misschien hulp bij kunt krijgen. En dan verwachten we dat daar meer potentie in zit dan wat we nu in de top drie zouden noemen. Oké, dat was het voor 2014 op de borrel na. Daar gaan we ook nog van genieten. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je komst afgelopen jaar. Op 13 januari gaan we helemaal los in Hotel Arena voor de nieuwjaarsborrel. Mocht er nog iemand willen sponsoren, ja joh, doen. Bel mij, app Saskia, kom langs, mag allemaal. En anders zien we je in februari weer in de Nieuwe Liefde. Heel goed uiteinde. Hoi hoi. Can't do